ziet geen argumenten en feiten meer, je ziet sfeerrapportages. Daar gaat dit psychologisch spelletje over. Let op, dit is propaganda. Dan haal je de vrije wil uit de maatschappij. Wat hier staat is echt ongelooflijk. Nou, het is misdadig. Welkom bij het Weekjournaal. Nu dan echt. Gisteren hadden we een kleine nieuwsflash. Vandaag gaan we in op een paar grote dossiers, waarvan absoluut het grootste de RKI-files zijn. Hi Jeroen. Ja, Willem, hi. Nou, jij bent inmiddels op je bestemming aangekomen. Dat klopt, zoals je ziet. Ik zit in mijn tent. Ja. En het is koud bij jou, zo te zien. Hey. Het is een beetje regenachtig, ja. Laten we maar gelijk beginnen. Het is desondanks een hele hoop. De politiek. Ja, Rutte negeert wenskamer en gaat zijn archief met chatberichten niet met ons delen. Ja, Willem, ik denk dat er uiteindelijk toch een officier van justitie of een rechtercommissaris bij nodig zal zijn om die chatberichten boven water te krijgen. Want die zijn natuurlijk wel cruciaal voor het strafrechtelijke onderzoek naar zijn misdrijven. Ja, dat de Kamer dit laat gebeuren, laat zien dat de Kamer medeplichtig is. Hè? Zo gaat het bij misdrijven. Zeker bij ambtenaren, daar komen we dadelijk nog op. Maar artikel 162 van het wetboek van strafvordering. Elke ambtenaar die getuige is of die weet heeft van een strafbaar feit, die is verplicht daar aangifte van te doen. Dan komen we bij Thierry Baudet. We hadden het er gisteren al even over. Hier was Baudet nog heel trots op het congres. Dat was een groot succes. En ik dacht ook van, wat is het rustig de laatste tijd rond Forum. Maar dat was iets te vroeg gejuicht. Ja, want het AD die komt met een kop. Gedemoniseerde FVD volgens Baudet niet klein te krijgen. Geen enkel regime is tegen ons opgewassen. Goed, voorlopig zitten ze er nog wel, maar vangen ze wel klappen natuurlijk. En dat doen we onder meer met medewerking van Martin Bosma, de nieuwe D66-voorzitter van de Tweede Kamer. Ja, Klaver die stond lekker uit te lokken. En dan voel je je bedreigd. En die is gaan klagen, of gaan klikken moet ik zeggen, bij de meester. En toen heeft de meester een pittig briefje geschreven aan Thierry. En Thierry moest zich verantwoorden. Hij heeft ook zijn excuus aangeboden. Ik moet ook zeggen, jammer dat hij zich heeft laten uitlokken. Want ja. je geeft ze brandstof om door te klieren. Het is precies waar ze op uit waren. Dus ja. Hè, dat, zo gaat het in, op de lagere school en de klas gaat het precies zo. Net zolang Jenne tot er een reactie komt en dan krijgt diegene natuurlijk straf. En dan hebben we nog Pieter Omtzigt. Ik weet niet hoe we hem nog kunnen kwalificeren. En hij komt die C van de NRC die moet inderdaad vervangen worden door een B, ben ik bang. Want NSB, ja. Ja. Het gedrag van Baudet in de Kamer wordt iedere keer gekker. Dit voorbeeld heeft effect op de samenleving. Wat in de Kamer kan, mag op straat en in de klas ook. Goed dat de voorzitter ingrijpt. Nou ja, weet je, stel je voor dat... En waarschijnlijk wil Baudet echt iets verbergen als hij zo reageert op vragen over financiering. Oh, ja. Ja. Gaan we naar de volgende. En dan zien we dat dit gewoon een opgezet plannetje was. Want ook Caroline Backstabber van der Plas, die doet eraan mee. Die wil hem schorsen nog een keer. Die wil schorsing van Baudet en D66 steunt dit. Ja, ik dacht dat ze niet verder door de mand kon vallen, maar het kan nog altijd verder, zo te zien. En de Kamer wil snel debat over Russisch geld naar Nederlandse politici. En het is een verzoek van PVV-leider Geert Wilders om in debat te gaan over Russische geldstromen. Willem, wat denk jij daarvan? Ja, kunnen een paar dingen zijn. Kan zijn dat hij heel strategisch is en denkt van, oeps, ik heb misschien wel eens geld aangenomen van wat Russen. Als ik het er nou heel snel doorheen jas en vraag of ik morgen een brief krijg met het bewijs, wordt het bewijs niet geleverd, nou dan schieten we het debat af. En dan zijn we er eventjes vanaf. Als dat zo zou zijn, dan zou dat natuurlijk een stuk strategischer zijn dan Baudet doet. Maar het lijkt er ook wel een beetje op
of het cordon sanitair zich sluit. Dan gaan we naar de volgende. De stukjes in het krantje van de NCTV. Er wordt geen concreet bewijs genoemd, maar er staan foto's van een paar mensen, Philip de Winter en Thierry Baudet. Ja, die worden daar toch mee in verband gebracht. Ja, niet door de feiten, maar door de NCTV, hè? Even ter verduidelijking. Ja, maar dat staat alleen maar bij het artikel in het kleine. Onder de foto staat dat heel klein. Er is geen concreet bewijs, maar heel groot staat Tsjechische geheime dienst. Die zegt dat Rusland betaalde cash aan bevriende Nederlandse en Europese politici. Ja, daar kun je natuurlijk niks mee. Want het bewijs daarvan ga je niet krijgen. Want dat zijn natuurlijk geheime diensten en die geven hun bronnen. Wat is Rusland? Is dat elke Rus? En is het quid pro quo? En hoeveel geld krijgen eigenlijk al die andere politici van een Soros, van een NAVO, et cetera? Dus dit is de ander beschuldiger waar je jezelf dubbel en dwars aan schuldig hebt gemaakt. En er komt nog eventjes minister De Jonge, die doet er nog even een plasje over en die komt politiek geschokt door claim over Russisch geld naar Nederland. En De Jonge zegt erop, we moeten niet naïef zijn. Ja, dit heet McCarthyism. Dat hebben ze vroeger in de Verenigde Staten gehad, toen de Red Scare en iedereen was verdacht. Het was een soort paranoïde en daar lijkt het heel erg op. En zijn geld. Hè? En dan gaat dan over twee appjes. En dit is ook een stukje uit. Waar komt dit vandaan, Willem? Maar dit is al uit 2020. BNNVARA. Ja. Dan weten we het al. Hè? Puur smaad en laster. Het grappige is, Henk Otte is natuurlijk een AIVD of MIVD asset. Misschien weet hij het niet, maar hij is wel voor die reden naar binnen gestuurd om, als het te succesvol zou worden, aan de handrem te trekken. Deze appjes, dit wordt dan als het bewijs gezien. Ja, triester kan het bijna niet, maar je kan je wel voorstellen dat als ze een transactie van een Russisch klinkende naam vinden, dat ze dan nooit meer ophouden met zeuren over dat iemand van de vijand geld heeft aangenomen. Maar officieel zijn wij nog helemaal niet in oorlog met Rusland. En dat gaat dan over twee appjes waar ze naar verwijzen. Als Baudet november 2015 zegt te willen stoppen als betaald commentator bij Pont, appt hij misschien wil Kornilov wel extra betalen, waarbij hij een knipoog toevoegt. Ja, heel duidelijk een grap. Ja, als dit het bewijs is, dan zijn we ver van huis. Maar het wordt nog veel saillanter. Ja, want Rusland roept, Rusland roepen Helga Salomon. En FVD-intellectueel John Loveland defileert dus die Rusland roepen. We hebben op televisie gezien hoe ze er helemaal uitgebreid ging vertellen dat wiens brood men eet, wiens woord men spreekt, riep zij nog. En dat ging dan over politici of Baudet in het bijzonder, die dan Russisch geld aangenomen zou hebben. Maar Willem, wat is er met Helga Salomon dan precies aan de hand? Ja, het schijnt dat zij dan geld van de NAVO aan heeft genomen. En dat doet me denken aan Juri Albrechts, die een veroverde Russische tank in Amsterdam pontificaal tentoonspreidde. Maar je moet niet denken dat met Amerikaans geld of met NAVO geld daar is neergezet, hoor. Dat is gewoon uit eigen hobby schatkist gedaan. Maar in ieder geval weten we wiens woord zij spreekt. En dan nog even terug in de geschiedenis naar Pechtold. Dat is een artikel van 18 december 2017. Dat was een schandaal wat bleek. Pechtold had in Scheveningen een appartement van een oud-Canadees diplomaat ontvangen. Maar dat was een privégeschenk en daarom hoefde het niet vermeld worden in het geschenkenregister. De oud-diplomaat was een familievriend. Kijk, en ik vind op zich die foto heel mooi erbij gekozen. Want het is echt zo'n blik van echt waar, hoor. Weet je wel? Echt. Zo'n puppy-ogen, geloof me nou. Ja, precies. Maar het laat zien, ze hebben zo'n ongelofelijke boter op hun hoofd. En Oliver Doden says, het is erg zorgwekkend dat Labour
700.000 pond aan donaties niet kon verklaren. En dat gaat dan over dat ze hebben donaties gehad van Joodse donoren en om hun identiteit te beschermen vanwege antisemitisme in de partij hebben ze die namen niet openbaar gemaakt. Wie zou dat nou kunnen zijn, Willem? Ik zit mijn hoofd te breken, ik kan er maar niet opkomen. Ja, is het de Mossad, is het Soros, maar, en dit is weer dat panzer, want antisemitisme. Dus dan mag elke APEC en andere, wat is het, Anti-Defamation League en andere pro-Israël organisaties, die mogen ze dus inkopen. En, we komen dadelijk bij het nieuws over Keir Starmer, het heeft ook daadwerkelijk effect gehad. Want er wordt hetzelfde iets gedaan als Rutte, die zegt van ja, kunnen we het niet zo vertellen dat het net lijkt alsof Israël geen oorlogsmisdaden pleegt. Dus de andere kant staat vast. De andere kant is omgekocht, krijgt NAVO geld, maar oh wee je gebeente als je een grapje maakt bijna 10 jaar geleden over een betaling van een Rus. Een tweet van de Nachtzuster, 28 maart 24, rewind. Het was Frans Timmermans persoonlijk die de banden aanhaalde met Russische oligarchen, die ondanks sancties nog steeds de Zuidas gebruiken als illegaal doorsluisland. Is Timmermans nu een extreemrechtse Poetin-pijper, vraagt ze zich af. Ja, terechte vraag. Timmermans was dus betrokken bij constructies zodat Russische oligarchen hun geld via Nederland konden laten lopen. Maar toen waren we nog niet in oorlog. Hè? Toen was Rusland nog een bevriend land. En een ander goed nieuws is dat de EU stopt veelbesproken natuurherstelwet in de La. Onduidelijk of die ooit nog uitkomt. En want hij was er bijna doorheen. We hebben daar ook aandacht aan besteed. Dat zou wetgeving en regelgeving zijn die nog schadelijker voor de boeren en de samenleving zouden zijn dan die hele stikstofwetgeving. En die is er niet doorheen, of tenminste, die gaat er waarschijnlijk niet doorheen komen. Wat denk je hiervan, Willem? Ja, wat moet ik daar over zeggen? Wat is het? Aim for the moon and reach the stars, of andersom? Het is natuurlijk schandalig wat ze hebben gedaan. Een slachting onder het boerenbedrijf in Europa aangericht. Het is nog steeds stervensbegeleiding, alleen nu hebben ze waarschijnlijk tot 2035 in plaats van 2030. Ja, maar het is wel een goed teken dat het gaat er niet meer allemaal zo makkelijk doorheen. Dit nee, soort, dat is zeker een goed teken. Hoe meer zand in de machine, hoe beter. En Transavia komt verder in het nauw. Meer vluchten geschrapt. Het gaat komende weken schrappen, waardoor reizigers de dupe zijn. En ditmaal zouden uitgelopen onderhoudswerkzaamheden de oorzaak zijn volgens de luchtvaartmaatschappij. En in de reiswereld klinkt luid gemor. Je kunt niet om ze heen, maar ze zorgen voor nogal wat frustratie. Ja. Ja, misschien moet je ook gewoon maar stoppen met vliegen. Misschien is dat wel beter. Nou ja, dat is natuurlijk waar we naartoe gaan. We zagen al Eindhoven Airport, die gaat een jaar dicht. Ik weet niet hoe lang duizenden vluchten geschrapt zijn. Het past in de agenda. Men zit het vliegen steeds verder in te perken en moeilijker te maken. En supermarktketens Plus en Co-op leiden mega verlies van 31,2 miljoen. Dit kwam volgens het bericht, door de ombouw van koopwinkels naar Plus. En de ingebruikname van een nieuw distributiecentrum. Ja, ja, ik wat vind zie het jij opmerkelijk, want de supermarkten waren juist hun zakken aan het vullen. Dus is dit het eerste teken dat het een race is van de grote eten de kleintjes op en uiteindelijk blijven er alleen maar een paar hele grote over? Het zou kunnen. Een miljoenenstrop door opvang asielzoekers in hotels. Geld vliegt de schatkist uit. Het op grote schaal onderbrengen, zoals deze week in een hotel in Epe, bezorgt COA een gepeperde rekening. 8000 asielzoekers slapen in meer dan 50 hotels of vakantieparken. Dat kost 4 miljoen euro per week. Ja, het geld kan niet op. Het wordt er met scheppen uitgegooid. Die stroom vluchtelingen moet doorgaan. Geld wordt naar Oekraïne weggescheept en allemaal andere onzin. Het is duidelijk, het belastinggeld moet op, Willem. Ja, het moet op.
Huis- en opvangcentrum op Bollegrond vanwege woningnood. Geen fijne boodschap. En dat gaat dan over de gemeente Hillegom. Die gaan vragen om een ontheffing van maximaal 15 jaar voor. En dat heeft de meerderheid van de gemeenteraad besloten. Ze willen 400 tijdelijke flexwoningen bouwen voor diverse doelgroepen en een opvangcentrum van 135 vluchtelingen. Ja, dit is zeg maar bij mij naast de deur direct eigenlijk. Dus misschien doen ze het wel. ze doen het er misschien al. Maar kijk, wat ik het meest opvallende vind is Hillegom. Is een gemeente die heeft zich met hand en tand verzet voor iedereen die ook maar een beetje aan de bestemming wilde touchen. Het was zelfs zo dat Bolleschuren en Bolleland mocht alleen maar voor Bolle gebruikt worden. En zelfs niet aanverwante landbouw of agrarische gebruik. En nu ineens willen ze er zelfs vluchtelingen op gaan huisvesten. Toch opvallend. En Paul Roosemuller die sloopt met groene waanzin het mooiste pensioenfonds dat we ooit hadden. En ze willen de vijf pensioenfondsen willen miljarden in de energietransitie steken. Plannen zijn nog niet concreet en ze beheren samen 900 miljard pensioengeld. Ja, als je geld kwijt wil, moet het in groene waanzin gestopt worden. Het lijkt wel of ze dat geld ook willen opmaken, Willem. Ja, of is het al op? En dat blijft natuurlijk een beetje. Als je iets in een bodemloze put gooit, ja, dan kan je altijd zeggen, ja, we zijn het kwijtgeraakt. Om Ja. het eerdere kwijtraken misschien wel te verdoezelen. Ja, het was niet zo'n slimme investering. Sorry mensen, we kunnen je pensioen niet meer betalen. En Rutger Bregman zou graag 12 topadvocaten recruteren die de mother of all lawsuits beginnen tegen de tabaksindustrie. Ja, ja, en Rutger maar ook Bregman die geen wil met de vlees, School geen of Coal plastic. and Bitumen. Ja. Precies. Hij wil mensen uitnodigen om zich in te zetten voor een betere wereld. En dat noemt hij dan geen vlees, geen plastic, minder vliegen. En volgens de schrijver, opiniemaker, ligt de nadruk te vaak op dingen die niet mogen. Maar ik wil even herinneren, Rutger Bregman die had toch ook het WEF bezocht een aantal jaren geleden? Absoluut. Dit is iemand die het communisme voorstaat. En wat hij met die 12 topadvocaten wil doen, is eigenlijk wetgeving afdwingen. Dat is wat we zien. Je hebt lawfare, waar normaal de staat mensen kapot maakt. Maar wat we hier zien, er is ook die eco-procedurist die alsmaar rechtszaken voert om op die manier Ja. rechters te dwingen een bepaald beleid uit te stippelen. En dat is volgens mij wat Rutger Bregman voorstaat. De minister van Onderwijs onderzoekt verlaging van de leerplichtleeftijd na 4 jaar. En dat is op dit moment nog 5 jaar. Ook kijken ze of kinderen met een achterstand vanaf 2,5 jaar verplicht naar voorschoolse educatie kunnen worden gestuurd. Ja, ik had hier gelijk het idee bij hoe jonger je ze hebt, hoe meer je ze kan vormen. En vooral bij de ouders kan weghouden. Dat is natuurlijk allemaal verkeerde beïnvloeding als de ouders ook invloed op hun kind hebben. Energie en klimaat. Ik vind de elektriciteitsprijs op een rijtje. En dan zie je Rusland, hè, dat de landbouw verketterd wordt door de Westen. Daar betalen de mensen 5 cent. En ook wat is dat, Wit-Rusland, wat daarnaast ligt? Ja, 6 Wit-Rusland. cent. Moldavië 2 cent. Wat is het? Montenegro 1 cent. Albanië 1 cent. Dus het kan wel. Nou, het kan overal. In Paraguay is de kost stroom de eerste 1000 kost 3,5 cent, de eerste 1000 kilowattuur en daarboven 5,2 cent. Als we dan even naar Nederland kijken, dan zie je dat is 48 cent. En wij zitten, meen ik, op het hoogste na Groot-Brittannië. Kijk, dit is eigenlijk, ik heb het al vaker gezegd, een overheid zou moeten zorgen dat de mensen zonder al te veel zorgen over hun energierekening kunnen leven. En het is ook mogelijk om energie bijna gratis te verzorgen. Maar ze hebben er een businessmodel van gemaakt. En we worden op dit moment uitgezogen voor 48 cent per kilowattuur. En Eneco die trekt zich terug uit bouw grootste Nederlandse windpark op zee. De risico's zijn te groot geworden. Ja, heel goed nieuws.
heel goed nieuws. Het lijkt erop of er eindelijk gestopt wordt met de natuur af te breken. Ja, want ze zeggen verder ook, de huidige aanpak van wind op zee is niet toekomstbestendig. En Eneco is een van de grootste spelers. En de zorg bestaat dat andere partijen tot eenzelfde conclusie komen. Nou, we hebben het al vaker in het Weekjournaal behandeld. Ook in Zweden, meen ik, in andere landen is men bezig om zich terug te trekken. Het windenergieverhaal, dat staat op instorten. Maar goed, zijn al miljarden naartoe gestort. Allemaal miljarden aan belastinggeld vooral. En er zijn een aantal mensen flink rijker geworden. En infrasound van windturbines, die kunnen een enorme bedreiging zijn voor de biodiversiteit. En dat zegt een Duitse arts. Ja, en we hadden vorige week ook een stukje van Dick Bijl. Eigenlijk eenzelfde soort onderzoek. Het ging over Groningen. Infrasound, dat zijn de tonen onder de 20 hertz. Dus die kan je niet horen, maar die hebben wel effect. En sommige mensen zijn daar heel gevoelig voor. En sommige dieren raken ook ontregeld. En dat komt nu allemaal naar boven. Ja, je zou denken, misschien moet je dit soort dingen eerst testen en dan pas implementeren. Ja, net als de prikjes doen ze het eerst fout, vernietigen ze alles en daarna zeggen ze, ja, we hebben het met z'n allen besloten. En Hagel, die heeft een enorme zonne-installatie vernietigd. Daar hebben we ook al vaker Het is heel gevoelig. Ik zit hier ook weer in Portugal en gisteren hadden we storm. Of nou ja, gisteren waren we nog aan het rijden, maar hier was het storm. En het rek met de windpanelen is omgevallen, dus dat moeten we morgen weer gaan maken. Gelukkig zijn de panelen nog intact, maar het blijft behelpen. Dus ik ben vandaag weer op de generator overgestapt. En een artikel, dat is, ik meen het AD. Arie baalt als een stekker van zijn peperdure laadpaal en warmtepomp. Ik word gewoon gestraft. Je kunt de krant niet openslaan of het gaat over energiebedrijven die klanten voortaan laten betalen om zonder stroom te storten op het net. Een terugleverboete, zegt Arie van Kerk. Hij investeerde 500.000 in allerlei maatregelen en heeft daar spijt van. We zijn elkaar met z'n allen voor de gek aan het houden. Had ik het van tevoren geweten, had ik mijn geld aan iets anders uitgegeven. Ook al vaak besproken in het Weekjournaal. We zijn met z'n allen belazerd, toch? Is dat goed samengevat? Absoluut. Beroofd, zou ik zelfs zeggen. Ja, en van In de Pen. En een tweet, non-governementele organisaties, Estonian Fund for Nature en de Amerikaanse Dogwood Alliance, die luiden de noodklok. Ze melden dat enorme machines bossen in Estland en zuidoosten van de Verenigde Staten vermalen tot houtsnippers. En ook dat is een Frans Timmermans die daarachter zit. Ik meen dat we vorig jaar zomer hebben we ook een aantal. Hebben daar een uitgebreid aandacht aan besteed. Enorme schepen brengen dus voor die biomassa-centrales, houtsnippers, wat vaak versnipperde oerbossen zijn. En die kunnen we mooi gebruiken om... We kunnen wel samenvatten eigenlijk dat windmolens, zonnecellen, batterijen en biofuel de natuur vernietigen. Dit is veel desastreuzer dan dat alle vervuiling van fossiele, tussen aanhalingstekens, brandstoffen ooit hadden kunnen doen. Nou, meestal maar blij dat de natuurbeschermingswet van Frans Timmermans er niet doorheen was gekomen, want dat was ongetwijfeld de doodsteek geweest van de natuur. En dan een mooie, door de klimaatverandering tolt de aarde meetbaar minder rap om haar as, met gevolgen voor wereldwijde tijdmeting. En dat blijkt uit een nieuwe analyse. Tijdexperts halen opgelucht adem. Het moment dat zij een seconde van de universele klok moeten halen, laat nu langer op zich wachten. Nog een, is het negatief effect of een positief effect? Ik weet het niet. Het is een effect dat nauwelijks meetbaar is. Het ook totaal geen invloed heeft. Zinloos, maar er moet klimaat in. Hè? Daar gaat het om. Die kop, daar moet iets met klimaat te maken hebben. Nou, en donkere chocoladehazen, die hebben een kleinere CO2-afdruk. Dus het is nu Pasen, dus ga je naar de winkel, wil je het klimaat redden, koop dan donkere chocoladehazen. Dit doet me heel erg denken aan dat stukje van Cote en de Bie. Mensen, zoek maar eens op. Chocoladehazen van Cote en de Bie.
En de Lancet die waarschuwt voor het groeiende klimaatskepsis. Ja, ik denk dat je daar niet voor hoeft te waarschuwen. Ik denk dat het zich al lang heeft voltooid. Wat denk jij, Willem? Zijn er nog veel mensen die skepsis hebben of die überhaupt nog wel überhaupt nog iets van geloven? Nee, daar komen we zo op. Iedereen is het helemaal beu. Maar het grappige is dat de Lancet natuurlijk al volledig werd ontmaskerd als legitiem medisch tijdschrift. Het is echt een propaganda- en roddelkrantje geworden. Maar dat ze zich ook weer volledig voor dit narratief laten spannen. De Lancet zal 2030 niet halen, denk ik. En is de mensheid dan toch niet voor ozongat verantwoordelijk? Een nieuwe studie wijst erop dat ondanks het verbod op de ozonafbouwende substanties zoals fluorkool, waterstoffen, die is het ozongat boven Antarctica groter dan ooit. En is het misschien de waarheid? In werkelijkheid gewoon een natuurlijk fenomeen waaraan de mens helemaal geen bijdrage levert. Hey, en ik wil hem best aan, ik ben ietsjes ouder dan jij, maar we zijn opgegroeid met de angst voor ozongaten. En Ja. Die kwamen door die spuitbussen. We moesten heel snel van die spuitbussen af. En in Australië kwamen ook allemaal berichten, want daar de wereld zou ondergaan aan ozongaten. Maar kennelijk zijn we ook daar weer in de maling genomen en zijn Ja. al die angstcampagnes. Berusten vooral op gefabriceerde nonsens. Dit doet me heel erg denken aan een testrun. Van kunnen we mensen wijsmaken dat er een probleem is dat we hebben opgelost door iets niet meer te doen? Ja, of het verhaal met de poliovaccinatie, hè, dus dat je gewoon gaat herdefiniëren, dat je op die manier polio oplost en dan claim je victorie met de prik. Dan kan je daarna voor elke prik zeggen: ja, maar sommige vaccins hebben zich wel degelijk ernstig bewezen. Kijk maar naar het poliovaccin. En dat is hier natuurlijk ook zo van ja. Maar we kunnen het wel samen, want het is ook gelukt met die fluorkoolwaterstof. Ja, en destijds was die propaganda over het ozongat net zo. Ik denk dat dat een oefening was voor later. Want ik kan me herinneren dat overal kwam dat terug. Op televisie, in de kranten. Je werd dag en nacht, weet je, daarmee bang gemaakt. En nu zitten we 40 jaar later en het blijkt allemaal onzin geweest te zijn. En Maarten Keulemans. I am a Dutch science journalist and I watched the Clinton the movie and it's crap. Here's my step-by-step walkthrough translated by popular request. Enjoy the ride. Hey, Maarten gaat internationaal, Willem. Ja, en hij heeft gelijk een enorm succes. In één dag werd zijn tweetje al meer dan 1 miljoen keer bekeken. Nou, proficiat Maarten. Maar heb jij dit wel zelf geschreven, Maarten? Of was jij weer aan het jokken? Waarom ik dit zeg? Ik merkte, ik reageerde ook op dat draadje. En toen kreeg ik een bijzonder troll-account aan mijn broek. Dat is namelijk Occupy London. Occupy, dat is die beweging die tegen het grootkapitaal was. Ten tijde van de financiële crisis. En die begon opeens allemaal ad hominems naar mij te gooien. En ik had zo wat raar, wat doet dit account? Want het was een behoorlijk groot account, 50.000 volgers. Wat doet dit account op een interactie tussen mij en Maarten? En toen ging ik kijken dus naar de andere statistieken. En die bleken zo uit proportie. Kijk, dit is tegen de regels trouwens ook hè, van Twitter. Dit heet platform manipulation, daar kan je voor geschorst worden. Maar waar ik nou benieuwd naar ben, is wie heeft dit stukje nou wel geschreven? Was het echt Keulemans of kreeg hij het aangereikt? Nou, je hebt die vraag gesteld op Twitter en ja, Keulemans, we weten dat hij iedere week kijkt. Dus we verwachten graag, we zien je antwoord tegemoet. Wat ik nog extra opvallend vond, is dat hij daarna categorisch zat... Van nee, ik ga het debat met niemand aan. Je nee. Schrijft eerst een hele draad over al die argumenten waarom die film niet goed is, maar je wil met niemand het debat aangaan. Ja, het komt minder geloofwaardig over, Maarten, sorry. Ja. Gaan we dus verder met propaganda en censuur. Ja, een foto uit de speelgoedwinkel. Je ziet, er wordt flink voorbereid op oorlog. De kinderen moeten jong leren dat oorlog goed is. En wat denk je? Alleen nog maar oorlogsspeelgoed, Willem.
Ja, jong geleerd is jong gestorven in dit geval. Ja, hier was ik vorige week volgens mij ook al bezorgd over. Ik keek bij mij in mijn Google-account en toen kreeg ik dit als suggestie. Of ik me wilde afmelden voor de Daily Wire. Dan denk ik, hey, maar waarom zou ik dat doen? Ik heb me daar toch voor aangemeld? Wat komt Google mij nu vertellen waar ik wel en niet geabonneerd op moet zijn? En dan denk ik, ja, kijk, zijn er mensen die dit soort berichten ook krijgen over onze nieuwsbrief? In ieder geval zien we dat Google, en we komen dadelijk bij nog een ander voorbeeld, natuurlijk heel diep in zit. Hè? Google hoort bij de top 3 fascistische bedrijven ter wereld. En die ondersteunen die Agenda 2030 helemaal en die gaan vol voor de censuur. Ja, want het viel jou op dat de terugloopafmeldingen, dat was geen natuurlijk verloop. Dat ging één keer met honderden tegelijk. Ja. En het Hooggerechtshof, meen ik het, in Spanje, die kondigde aan dat Telegram geblokkeerd zou gaan worden in Spanje. Groot nieuws. Ja, en de providers die waren natuurlijk niet blij daarmee. Maar dan kijken we even, wie was die rechter? Oh, dit is een bekende corrupte rechter. Nou, natuurlijk ging dit weer helemaal viraal. Hè? Die Judge Pedras, die heeft zich voor 1 miljoen laten omkopen. En toen, een dag later. Ja, de Spaanse gerecht die heeft het bevel om Telegram te blokkeren, hebben ze even opgeschort in afwachting van politierapport. Ja. Waar gaat het over? Nou ja, dus dat ze toch niet aandurven om Telegram ervan af te gooien. En dat is opmerkelijk. We zien die zucht naar censuur en smaad en laster en demonisering. Maar het begint er bijna ongecoördineerd uit te zien. En dit vond ik ook een schokkend bericht. YouTube is opgedragen om informatie over kijkers van bepaalde video's te verstrekken. En dat gaat dan over de Amerikaanse autoriteiten. Die hebben dus gevraagd om te kijken van wie kijkt bijvoorbeeld naar video's over witwassen door Bitcoin voor contant geld te verkopen. Ja, maar het is onderdeel specifieker, van. Hè? Want het gaat eigenlijk over hoe kunnen we die January 6th zo groot mogelijk houden. Dus tussen 1 en 8 januari. En daar wilden ze ook, als je anoniem aan het kijken was, de IP-adres hebben. Dus dit is echt een heksenjacht op iedereen die op een of andere manier desnoods alleen maar digitaal te linken is aan wat zij de insurrection noemen en wat in werkelijkheid een false flag is. Ja, en een van de livestreams die heeft meer dan 130.000 subscribers. Hè? Dus dan worden gegevens van 130.000 mensen moeten dan gegeven worden. Het geeft ook aan de hoeveelheden van de informatie die verwerkt worden om een bepaald profiel te creëren. En ja, ik denk dat dit pas het begin is. Straks wordt het meegewogen bij je social credit systeem wat voor een video's je gekeken hebt. En of je ook als verdachte aangemerkt wordt door AI. En we mogen niet onderschatten wat een gevolgen dat heeft als dit soort informatie inderdaad op grote schaal verstrekt wordt. Ga er maar vanuit dat dat gewoon al gebeurt. Het is leuk dat zo'n bericht op YouTube komt, maar het is waarschijnlijk alleen maar om af te dekken dat het al lang en breed gebeurt. En dan komen we bij een tweet van de FVD Zoetermeer. En die heeft het over wethouder Ingeborg ter Laak. En die zet influencers met rechtse denkbeelden weg als ondermijnend en een gevaar voor de samenleving. Zou zij D66-wethouder zijn? Dat zou zomaar kunnen, maar dit bedoel ik met het McCarthyisme. Hè. Er wordt nu echt steeds meer een jacht gevoerd. Ik zie ze nog voor aan dat we dadelijk. Ja, wij hebben geen rechtse denkbeelden, maar rechts wordt hier bedoeld van iedereen die kritisch is op het regime. Dat je dadelijk met een visueel herkenbaar bewijs moet rond gaan lopen. Nou ja, rechts is natuurlijk iedereen die niet extreem links is. Hè? Dat is op zich zit logisch. Als je helemaal links zit, is alles natuurlijk rechts. Dus het is niet dat het zonder logica is, dit verhaal. En een advocaat die wordt vervolgd, of die wordt voor het gerecht gedaagd, omdat hij
uitgedrukt heeft, dat hij gelooft namelijk dat alleen maar vrouwen kunnen menstrueren. Ja, dat is natuurlijk een absurde uitspraak van iemand die dat denkt, toch Willem? Ja, dit zit in de categorie knettergek. En dit is vooral gedaan om mensen te verwarren en om die reactie los te krijgen. Dat mensen er boos over worden en dan pakken ze je uiteindelijk over die boze reactie. En de Graaf en Zijlstra weigeren met transgender te spelen en stappen uit het Nederlandse damesteam. Nou, ik vind dat een heel goed initiatief. Dat moet iedereen, elk team die hiermee geconfronteerd wordt, die moet zeggen, oké, we stoppen er gewoon mee. Want het heeft ook geen zin meer dan. Hè? Want het is ook een belediging naar vrouwen toe als je daar mannen tussen gaat zetten die zeggen, ja, maar ik voel me een vrouw. Ja, dan kunnen we dat hele idee van gescheiden... Het is niet voor niets dat je vrouwensporten en mannensporten hebt, want er is nu eenmaal een biologisch verschil tussen mannen en vrouwen. En dat, op deze manier ridiculiseer je die scheiding. En Klaas van Dijk, die zegt, mede op grond van deze buitengewoon onprofessionele berichten heb ik vandaag bij toezichthouder IGJ een klacht ingediend tegen de nachtzuster. Graag wijd verspreiden. Ja, en toen ben ik even gaan kijken en dacht ik, hey, dit is een eco-activist, misschien ook wel terrorist. En volgens mij is dit ook degene die bij het LOI, dus het Landelijk Centrum voor Wetenschappelijke Integriteit, die heeft Laurens Buijs lastiggevallen, Rogier Lauwe lastiggevallen, Evelien Peters lastiggevallen. En dit is zo'n persoon, ja, je zou hem een dikke boom voor de wetenschappers kunnen noemen. Een stalker die constant klachten aan het inleveren is, om mensen minimaal te intimideren en maximaal van de broodwinning te ontdoen. Het is opmerkelijk, we hebben echt een NSB... maatschappij gecreëerd met een paar hele fanatieken erin. En over NSB gesproken, artsen strijden op TikTok met eigen video's tegen desinformatie. Angst voor antibiotica of een oproep om te stoppen met anticonceptie. Artsen zijn er helemaal klaar mee met de desinformatie die influencers verspreiden op TikTok. Daarom zijn ze gestart met een tegencampagne. Onder het account Dokters Vandaag beantwoorden ze vragen om nepnieuws tegen te gaan. Het probleem is echt te groot. Dat is grappig. Dan zie je ook weer die omdraaiingen. Ik bedoel, als iemand nepnieuws verspreid heeft, zijn het wel dit soort zogenaamde artsen. Idiots. Ja. En wat beweegt vaccinweigeraars? Coronaprikken hebben niet bijgedragen aan de populariteit van gewone vaccinaties. En dat is, gaat om een groeiende groep weigeraars en twijfelaars die de overheid de afgelopen jaren meer is gaan wantrouwen. Veel van hen zit nog altijd dwars dat ze werden uitgesloten in coronatijd. Daar zit veel oud zeer. Nou, ik denk dat dat op zich een juiste analyse is. Alleen, wat opvalt Willem, is de kop. Wat staat er namelijk? Ja, vaccin. Dan wordt er dus eigenlijk toegegeven dat er wel een verplichting is. Ja. Er is op dit moment geen verplichting, want het is een strijd met grondrechten. We komen daar nog op andere opmerkelijke stukken. Maar Harold Kraak is ook een, zeg maar de Wilmar Hek van... Wilmar Hek is degene die smaadstukjes doet bij de NRC en Harold Kraak doet dat bij... de Volkskrant. Dus je moet ook wel weten waar het vandaan komt. Maar het hele idee dat constant diffameren, dat voor gek uitmaken, dat recalcitrant benoemen, et cetera. Het zijn futiele pogingen om mensen die terecht boos zijn en terecht vragen hebben bij wat er allemaal is gebeurd de laatste paar jaren, buiten het debat te stellen. Ja, maar die enorme propaganda en gekkigheid van de afgelopen jaren heeft in ieder geval nu de vaccinaties echt op de agenda gezet. En vooral de twijfel daarover en de terechte vragen die erover gesteld worden. En een rechtbank in Duitsland die heeft bepaald dat een ridiculiserende poster tegen de Groenen, die is toelaatbaar en valt binnen de vrijheid van meningsuiting. En waar gaat het over? Dat gaat namelijk over de Groenen met de hele grote kop. Wij maken alles plat. En daar is, hoe heet ze nou, die enorme Lange heet ze. Ja, Lange heet ze. Die is natuurlijk flink gezet. Ik denk dat ze zomaar 150 kilo zou zijn. Die wordt afgebeeld als een
als een wals. Een terecht beeld van de Groenen, want dat is inderdaad wat ze doen. Ze zijn Duitsland tot op de grond aan het slopen. En de boy een rechter heeft bepaald. Dat mag je op deze manier uitdrukken. Jessica Lange, of niet, heet ze zo? Ja, Lange in ieder geval. Ja. En NPO die trekt twee sancties in tegen ongehoord Nederland in. Willem. Ja, op zich goed nieuws. Maar ik heb hier ook weer een theorie over. De carrot en de stick. Wat we zien is dat ongehoord steeds meer mainstream wordt. Echt salonveeg. Ik was vandaag een stukje in de auto aan het luisteren. En er was een moment waarop ik dacht van, hey, welke zender ben ik nou aan het luisteren? Dus ik ben hier. Op zich vind ik het goed dat ongehoord er is. En heel vaak hebben ze ook goede items, goede sprekers. Maar de salonveigheid, het PVV-gehalte, het pro-Israël standpunt en het ontslaan van uitgesproken presentatrices en andere medewerkers, ja, die doen mij wel een beetje twijfelen. En als ik dit dan zie, dat is een beetje van, ah, je hebt de meeste kritische mensen eruit gegooid, je wordt beloond. Dat is het gevoel dat ik hierbij krijg. Ja, het inkapselen gaat. Gaan we even terug in de tijd met de oude hoed. Dit komt uit de Nuremberg-tribunaal in 1946. En wat staat erin dat als een overheid de belastinginkomsten voor een illegale oorlog gebruikt of om genocide te plegen of om misdaden tegen de menselijkheid of oorlogsmisdaden te plegen, dan is het de plicht van elke belastingbetaler om te weigeren. Willem, je was weg. Ja, er ging even wat fout. Ga verder. Dus ik heb daar vorige week een stukje over geschreven. Van waarom betalen we nog steeds met z'n allen belasting? Terwijl het geld wordt er met bakken, miljarden uitgegooid. Het wordt verduisterd. Er wordt geen verantwoording over gelegd. En tegelijkertijd wordt daar genocide mee gepleegd. Er worden oorlogsmisdaden mee gepleegd. Er wordt een illegale oorlog gevoerd. Elke belastingbetaler heeft volgens het Nuremberg Oorlogstribunaal in 1946 heeft de plicht om nog te weigeren om belasting te betalen. Het is ook de enige effectieve manier van strijd of verzet tegen een crimineel regime. Willem. Absoluut. En het staat hier zwart op wit. Dus als je weigert je belasting te betalen en dit als argument aanhaalt, en je doet dat met 50.000 man tegelijkertijd, dan denk ik dat je het regime een gevoelige klap toebrengt. Dit is een woonstuk. Hugo wil weten met welke oppositiepartij een bondje gesloten kan worden om de tijdelijke wetmaatregelen erdoor te krijgen. Dat is een bericht van 6 september 2020. En ik kan me dat nog heel goed herinneren. Wij voerden toen ook een campagne tegen politici van let op, je kan hier niet mee akkoord gaan. Maar wat staat hierin? Hugo zal de coalitiegelederen gesloten willen houden en waarschijnlijk verkend willen zien met welke oppositiepartij de coalitie een bondje kan sluiten. Met oog op de Eerste Kamer, ondanks uitlatingen van Klaver dat hij tegen de wet is. Ja, die Klaver deed die uitspraak omdat wij hem oproepen daartoe. We hebben hem daar ook voor beloond. Nou ja, Klaver is natuurlijk volstrekt onbetrouwbaar, dus daarna stemde hij toch in. En dat staat ook hier. Ik zie toch nog een gaatje om GroenLinks mee te krijgen via de bekrachtigingsvariant. Maar misschien ben ik te optimistisch. Ja, het laat zien hoe dat allemaal gecoördineerd werd om alles door die Tweede Kamer te krijgen. Zeker als we dadelijk naar de RKI-files gaan. Dit is geen complottheorie. Nee, dit is een kwaadaardige samenzwering. Ja, en wat we al vaker aangestipt hebben, dat het was de NCTV die bepaalde
welke maatregelen in Nederland genomen werden. De OMT had daar helemaal geen zeg in. Die was een doorgeefluik. En die mochten daar dan een pseudowetenschappelijk sausje overheen doen. Maar de NCTV gaf aan wat er gedaan moet worden. En dat blijkt ook weer hier uit dit stuk van minister VWS. En daar staat in het maatregelenpakket dat ons de donkere wintermaand door gaat helpen. Daarvoor loopt nu een uitvraagproces via de NCTV. Ik ben benieuwd hoe dat gearticuleerd gaat worden richting het OMT. Zie ik dat nog vandaag dat het, voordat het wordt geagendeerd. Dus het laat ook weer zien, de NCTV die bepaalde al die maatregelen. En in al onze rechtszaken is gezegd, nee hoor, we mochten het OMT vertrouwen. Die was onafhankelijk en dat was wetenschap waarmee te maken hebben. Komen we zo meteen nog op terug bij de RKI. En dan ook daaronder, die NCTV die heeft bepaald dat de mondkapjesplicht over 2 weken ingaat. Dat heeft nog geen bijzondere nadruk gehad. Wellicht overwegen waard of deze nog toegelicht moet worden. En de minister die vraagt hierop, niet juridische voorbereiding, waar hij verwijst naar bijvoorbeeld, ja, welk onderzoek zou ik naar kunnen verwijzen als ik een onderbouwing moet geven? Het laat zien, Willem, ik bedoel, in de rechtszaken met droge ogen werd beweerd. Nee, het OMT heeft daar allemaal afwegingen over gemaakt. En je weet nog dat Van Dissel daar naartoe gekart werd in de rechtszaal. Die moest daar ook even zijn plasje gaan doen. Het was allemaal bedrog van dag 1 tot de laatste dag. Het was de NCTV. Die heeft de bevolking geterroriseerd. Want dat is het uiteindelijk. Het is een terreurorganisatie. Je moet alles omdraaien. De coördinator, terrorismebestrijding. Dit bevestigt het nog maar een keer. En hier nog van 30 april 2021. ANJ tipt IGJ over 2 huisartsen die niet eens zijn met het coronabeleid. En die zijn waarschijnlijk verlinkt door hun eigen assistenten. En het was afkomstig van ajnjeugdtandartsen.nl. En die zeggen, best allemaal, ik kreeg 2 signalen... In een zwarte naam kreeg 2 signalen doorgestuurd van praktiserende huisartsen die niet eens zijn met het coronabeleid en vaccinatiestrategie en zich hier openlijk over uitspreken. En dan daaronder nog, ik begrijp dat IGJ, jullie deze signalen graag ter info doorgestuurd krijgen bij deze. Ja, we zitten in een echte NSB-cultuur. Hè? Dat zit er toch nog steeds diep in, kennelijk, bij de Nederlanders. We waren ook in de Tweede Wereldoorlog, waren we daar heel goed in het verraden van de buren. En dat is 80 jaar later, denk ik, zo te zien, niet veranderd. Jeroen, het blijft niet altijd gezwart. Dat is het enige dat ik erover te zeggen heb. Ja, want er staat nog een andere daarnaast, ook van 30 april. En dat gaat dan ook over overtreding van de geneesmiddelenwet. En ook weer over signalen over artsen die zich niet houden aan van boven voorgeschreven voorschriften. En jij hebt nog even ChatGPT Dit was ter voorbereiding van het debat dat ik met Jernas Ramatarsing had. Ik wilde eventjes kijken, heeft de NAVO nou ooit wel een defensieve actie gepleegd? Nee. Maar ze zijn niet helemaal nutteloos geweest. Ze hebben namelijk meerdere offensieve acties gepleegd. Irak was niet een puur NAVO. Hè, dat waren niet alle NAVO-landen wilden meedoen. Maar Joegoslavië, Afghanistan en Libië wel. En daar hebben ze vooral 100.000, give or take a few, burgerdoden veroorzaakt. Dus ze hebben wel heel veel aanvalsoorlogen gevoerd. En daarmee is het qua aantal doden waarschijnlijk de grootste terreurorganisatie ter wereld, Jeroen. Ja, en dat laat nog maar een keer zien. We zitten nu in het tijdperk van omdraaiing, maar NAVO was het dus altijd al. Hè. Ze noemden zich een defensieve organisatie. En in werkelijkheid was het altijd een aanvalsorganisatie. Want het is toch wel opmerkelijk dat NAVO nog nooit dus de taak vervuld heeft waarvoor zij naar zeggen opgericht is destijds. Komen we bij internationaal. Terreuraanslag in een concertzaal Moskou. Die zegt aanval is geclaimd door IS. Ja, je hebt het gisteren al kort over gehad. Willem, wat wil je hier nog over zeggen? Nou ja, laten we naar de volgende gaan. Want IS. Eerst inderdaad nieuws. Die zegt van ja, er werken 350.000 mensen. Nou, dan moeten ze het wel minimaal hebben gefaciliteerd. Ja, dat is natuurlijk bij 9-11 natuurlijk niet zo, maar bij de Russen wel zo. Het is weer
zo'n opzetje. Maar Julian Assange die kwam al met de leak dat de CIA ISIS heeft gecreëerd. Dus is het nou de CIA die opdracht heeft gegeven? Is het de Oekraïne die opdracht heeft gegeven? Opmerkelijk. Rusland, als we naar de volgende gaan, denkt... Ja, maar even nog een opmerking. Dat betekent dat men in principe wel dicht bij de waarheid zit. Hè? Dus als ze zeggen van ja, IS heeft dat geclaimd. En dan is dat feitelijk bevestigd dat wat de Russen nu zeggen, dat het Westen of Oekraïne erachter zit. Of ja, zie ik dat is dat, de volgende slide, inderdaad. Ja. 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 Rusland zegt dat Amerikanen en Britten direct betrokken zijn bij aanslag in Moskou. Ja, het heeft er alle schijn van dat de oorlogen in Oekraïne en Gaza moeten escaleren. Waarschijnlijk omdat zowel het klimaatverhaal als het COVID-verhaal definitief omgevallen zijn. Dan een tweet van Rodri. Nieuwe wet, elke Oostenrijker kan nu ook Oekraïne worden. Oekraïne is van plan om het staatsburgerschap open te stellen voor burgers van de VS, Canada, Japan en de EU. En een nieuw wetsontwerp maakt het makkelijker om de Oekraïense nationaliteit te verwerven. Hoewel sommigen de liberalisering verwelkomen, waarschuwen experts voor mogelijke gevolgen, zoals verplichte militaire dienst, belasting en politieke loyaliteit. Ja, ik vind het op zich een goed initiatief. Ik stel ook voor dat alle politici die constant Oekraïne willen steunen, ik zou zeggen, vraag het Oekraïense staatsburgerschap aan. Dan kan je ook gelijk daar naar het front om eens te proeven hoe dat nou eigenlijk precies is. Voordat we onze mensen daarheen gaan sturen en onze kinderen. Israël valt Hezbollah-bolwerk in Libanon aan. En dat is vannacht voor de vierde keer een bolwerk van Hezbollah in Libanon vanuit de lucht aangevallen. Ja, Israël, zoals je zei het net al, is gigantisch aan het escaleren. Die oorlogen, die moeten flink gevoed gaan worden. En dan gaan we naar de volgende, want het is niet alleen Hezbollah. En Libanon is dus een soeverein ander land. Hè? Dus dat hele argument dat Rusland Oekraïne niet mag binnenvallen, dat geldt kennelijk niet voor Israël, want Israël voert nu grondoperaties uit in een bezet gebied, namelijk de Gazastrook, bombardeert Libanon, maar bij de volgende zijn ze ook luchtaanvallen in Syrië uit. Dit lijkt wel alsof ze echt uit zijn op een escalatie en een regionale oorlog, Jeroen. Ja, nou ja, twee fronten. Natuurlijk aan de ene kant tegen Rusland en aan de andere kant Midden-Oosten. Het één ding is duidelijk, moet de oorlog flink gevoed worden. En als we naar Netanyahu kijken, dat is een van de grootste oorlogsmisdadigers uit de geschiedenis. Die bovendien een persoonlijk belang heeft om vooral druk te blijven. Want mocht hij premier af zijn, dan wacht hem de gevangenis wegens corruptieschandalen. Ja, Willem, wat wou je hier nog over zeggen? Niks. Ik Okay. hoop dat hij snel aftreedt, zodat het recht zijn werk kan doen. Ja, en dit is Kees van der Pijl, die naar Italië is geweest om zijn boek te promoten, die in het Italiaans is vertaald. Maar wat hij hier laat zien, het gaat natuurlijk om dat kaartje, dat er een pijplijn komt tussen Israël of Gaza naar Cyprus, Creta, Griekenland en Italië. En dat doet me heel erg denken aan de echte toedracht van de Eerste Wereldoorlog. Namelijk, Duitsland bouwde een vloot op en had met het Ottomaanse Rijk toen een Berlijn naar Bagdad spoorlijn, waarmee Duitsland energie onafhankelijk zou kunnen worden. Dat was de echte reden van de oorlog. En Oekraïne en ook Gaza, het lijkt toch wel heel erg te maken te hebben met wie kan welke grondstoffen verkopen en exploiteren. Ja, en intussen stellen we vast dus dat Israël al bezig is de grondstoffen van Gaza te verkopen. Ja. En Petro die dreigt om de relaties met Israël te verbreken als Israël niet gaat voldoen aan de VN-resoluties. En Petro is de president van Colombia. Ja, en hij is niet de enige. Het zijn er steeds meer. Als we naar de volgende gaan, dan zien we ook een hele coalitie van, en dat is wel opmerkelijk, van allemaal EU-landen. Dus Spanje, Ierland, Malta, Slovenië en volgens mij is België ook erg kritisch.
Die willen Palestina erkennen en die willen dus dat Israël zich daar terugtrekt. Is dit geloofwaardig? Colombia en deze landen zijn natuurlijk wel echt vazalstaten van de Verenigde Staten. Dus is dit om een polariteit te creëren ja. En in werkelijkheid gewoon door te kunnen gaan? Dat denk ik wel. Dat we zien met alles, alles moet tegenstelling zijn. Het is een dualiteit. Die moet voor en tegen. En dan blijven mensen lekker bezig met discussies. En dan hebben ze het idee van, zie je, er is ook een tegenkracht. En zelfs die landen die gaan het stoppen. Nee, naar mijn mening, dit is pure afleiding weer. Het gaat gewoon door. Die Palestijnen die moeten verhuizen. Die worden de zee ingedreven. Die worden naar Europa, Canada en de VS gedreven. Nadat er natuurlijk een hele hoop vermoord zijn. En ondertussen houden we ons bezig met dit soort afleidingsmanoeuvres. Tenminste, zo zie ik dat. En Keir Starmer, wat is dit, Willem? Ja, nou, we hadden het net over die donaties naar de Labour-partij. En volgens mij is Keir Starmer daar de lijsttrekker van Labour. En die heeft dus net zoiets als Rutte gedaan. Rutte die vroeg zich hardop af van hoe ze het konden spinnen, zodat het net leek alsof Israël geen oorlogsmisdaden pleegde. En dat is dus kennelijk in andere landen niet anders. En nu snap je waarom die donaties anoniem worden gedaan. Ja. En DeSantis in Florida, die tekent een wet die sociale media voor jongeren, voor mensen onder de 16 gaat beperken. Ja, DeSantis die toch zich profileert als een dwarsligger met heel veel beleid. En die gaat dus nu ingrijpen in sociale media. Aan de ene kant, Willem, snap ik het wel. Hè? Want het is natuurlijk, het verbieden is niet goed. Maar aan de andere kant, de beïnvloeding die plaatsvindt via sociale media, een kwaadaardige beïnvloeding. Ja, en specifiek op kinderen, hè? Want ja. Voor volwassenen die moeten het zelf weten, maar dit gaat natuurlijk over dat LHBTI en dat soort perverse prikkels. Sowieso social media, ik maak er veel gebruik van, zolang de strijd duurt, maar als het kan, dan laat ik het weer los. En ik denk dat het goed is om in ieder geval daar de aandacht op te vestigen. Ja, dit is een hele bijzondere. Dus de Supreme Court die heeft in deze zaak als een van de eerste het argument gebruikt van evidence tampering. Dus degene die voor de insurrection is veroordeeld, ook in hoger beroep volgens mij, die is vorig jaar eind mei de gevangenis ingegaan. En die moest eigenlijk 3 jaar zitten. Maar dat is nu teruggebracht naar 1 jaar. Dus die komt eind mei dit jaar naar buiten. Ja, dat is nog steeds natuurlijk knotsgek, hè? Je bent daar aan het kijken, rustig aan het rondlopen, schilderijen aan het kijken van de Founding Fathers. En je staat op een camera en daardoor moet je opeens jaren de cel in. Ja. En dit gaat over de Baltimore, dat schip wat die brug even weggeblazen heeft. En wij noemden het gisteren al in de uitzending. In 2023 hebben de Obama's een film geproduceerd, Leave the Wall Behind. En daar is precies een cyberattack die veroorzaakt dat een enorm containerschip uit controle raakt en crasht. En maanden later gebeurt het in Baltimore op een iets andere manier, maar wel heel vergelijkbaar. Ja, ik heb die film gezien. Het is echt een apocalyptische film, maar het is inderdaad wel grappig om deze gelijkenis te zien. En Sam Bankman-Fried, die is tot 25 jaar in gevangenschap veroordeeld. Kun je nog even in herinnering halen wie dat was? Ja, wat was nou de FTX-beurs van cryptocurrency? Ja. En daar had hij allemaal mensen gescamd. Maar hij had heel veel, of hij was een grote donor van de Democratische Partij. Dus een lange tijd leek het erop dat zijn vrienden in het Biden-regime hem een hand boven het hoofd hielden. Maar kennelijk is hij toch veroordeeld. En hier ben ik echt een beetje over verbaasd. Ik ben over verbaasd, maar aan de andere kant ook niet. Hè. Bij deze secte, clan, hoe wil je het noemen,
En mensen denken dat ze beschermd worden als ze maar meewerken en als ze samenwerken. Maar als je niet meer nodig bent, dan gooi je ze net zo snel voor de bus. Of erger, hè, dat zie je bij de Clintons. Heb je ook nog een kans dat je zelfmoord wordt, terwijl je je hele leven samengewerkt hebt. Dus voor al die mensen die denken dat ze veilig zijn, als ze misdaden meeplegen met deze mensen, je bent niet veilig. En de Trudeau, de liberalen, die hebben een surveillance een bedrijf betaald om Canadezen te spioneren. En dat gaat dan over 2014. Dat was een contract met Meltwater. Wat ik hier opmerkelijk aan vind, die loopt helemaal parallel met het artikel wat we vorige week hebben behandeld over Dick Schoof. Precies. Die is op zijn vingers getikt, ook vanaf 2014, voor het inzetten van anonieme accounts om surveillance mee te doen. Het lijkt zomaar een protocol wat is uitgerold door de Department of Homeland Security vanuit de Verenigde Staten. Nou, ik denk dat dat experimenten waren om te kijken hoe werkt dat. Hè, want ik denk dat dat was 2014 was een hele belangrijke beginfase waar heel veel wat we nu de afgelopen jaren gezien hebben voorbereid werd. Dus dat zal inderdaad wereldwijd gebeurd zijn. En dus in de hele wereld, de Australische Senaat, die heeft gestemd voor om een onderzoek te gaan doen naar de oversterfte, Willem. Ja, een van de eerste landen die daar een onderzoek naar gaat doen. Maar ja, we hebben dat wel vaker gehoord. Dus ik ben er vrij sceptisch over. Ik wil eerst de resultaten zien. Want we hebben in Nederland ook natuurlijk al die lessons learned gehad. Hè? Waar dan vooral uitkwam wat de burgers allemaal fout hadden gedaan en beter hadden moeten doen. En dat zou zomaar uit kunnen komen dat het toch de climate change is die de doden veroorzaakt heeft. En de Britten die hebben gewaarschuwd om minstens 2 meter weg te blijven van vogels vanwege angst voor de nieuwe pandemie. En dan gaat het over een agressieve vorm van vogelgriep. Oh jee, en die Ja. vogelgriep, als we naar de volgende gaan, Ja, kan er want. ook op koeien overspringen. Komt Ja. toch even goed uit. Nou ja, al die zoonisten, die wrijven natuurlijk in hun handen. Dit is een natte droom. Ja. En dat betekent, we kunnen massaal kippen en koeien gaan ruimen. En laat dat nou precies passen in de agenda 2030. Want Ja. Dan moeten zometeen geen melkproducten, geen vlees, geen kippen of eieren gaan eten. Dus we kunnen nu beginnen met het opruimen van de veestapels. Ja, en we kunnen ze gaan prikken. En waarmee zullen we ze eens gaan prikken? Nou, weet je wat? Laten we nou eens een mRNA-vaccin gebruiken daarvoor. Dat is heel handig. En laten we beginnen met de varkens. Want laat daar nou net door de FDA een goedkeuring voor gegeven zijn. Ja, dan gaan we kijken, wat is dat dan? Oh ja, en dat gaat dus over die H9-influenza, dus de vogelgriep. mRNA, die is goedgekeurd. Dus wat we nu gaan krijgen, veel mensen die waren er al bang voor, maar het gaat nu echt gebeuren, is dat kippen, koeien en varkens ingespoten gaan worden met mRNA, lipid nanoparticles. Ja, dan zou je zomaar indirect toch blootgesteld kunnen worden aan mRNA. Ik zal het nog even goed uitzoeken, want normaal als je dat bakt, dan maak je al die moleculen kapot. Maar ja, ik krijg er toch een beetje een unheimisch gevoel van, Jeroen. Ja, aan de andere kant kan je ook denken, dit soort berichten werken ook indirect de agenda in de hand. Want heel veel mensen zullen dan zeggen, ik ga dat vlees niet meer eten, want die is waarschijnlijk met mRNA geprikt. Dus, nou ja, ja. Ik hoop dat het mensen bewuster maakt en dat ze scharrelvlees gaan eten en in ieder geval onbespoten of niet ingespoten vlees. Willem, wat is dit? Ja, Sanchez, dat is de linker. En hoe heet ze? Begonia, dat is zijn vrouw. En net als met Sunak en zijn vrouw, net als met von der Leyen en haar man, het is heel erg out in the open. Dus Sanchez die doet allemaal deeltjes en zij profiteert daar dan weer van. En zo worden er miljoenen
tientallen miljoenen afgeroomd met allemaal liefdadigheidsprojecten of samenwerkingsprojecten. Het is out in the open, in your face. En ik denk ook dat dat de bedoeling ervan is. Want wij kunnen alles maken. Hè. Dat is hetzelfde met Baerbock, die een private jet laat komen. En eentje extra voor de terugvlucht. Zulke soort dingen. En de Ghanese ambassade die heeft bevestigd in 2022 dat ze onderhandeld hebben met Begonia over gender- en office-projecten. Ja, en dan zie je dat het allemaal een pervers verdienmodel is. Ja, de groenen in Duitsland, die zeggen het paasfeest begint pas na Pasen. Want wat gebeurt er na Pasen? De historische minister Habeck van Economische Zaken, die gaat van na Pasen 15 energiecentrales buiten werking stellen. Er is geen vervanging voor. We hebben net alle nucleaire centrales afgeschaald. Nu zijn dus de kolencentrales gaan van het net af. En dat vinden de groenen iets een feit om te vieren. Maar wat er in werkelijkheid aan de hand is, is dat de energievoorziening in Duitsland nog nooit zo onzeker was als nu. Maar ja, wat wil je met de minister van Economische Zaken? Die zegt, ja, bedrijven die gaan niet failliet, die stoppen gewoon met produceren. Hè? En de economie... die draait heel goed, alleen de cijfers laten dat niet zien. Dit is het niveau waar we het over hebben. Het is natuurlijk knettergek. Het is het totaal verwoesten van Duitsland. En deze mensen gaan daar gewoon mee door. Maar mensen zijn wel helemaal klaar met de groenen. En er gebeurt ook iets heel bijzonders. In Saarland... zijn al twee politici van de Groenen die zijn overgestapt naar de AfD. En dat zou wel eens een trend kunnen gaan zetten. Mensen verlaten het zinkende schip. Want in Duitsland is klaar met de Groenen. Er was een poll, 95% van de mensen is sowieso helemaal klaar met de politiek. Ze hebben geen vertrouwen meer. Let op, hè, 95%. Als de NCTV dat getal nog even kan merken... Want kunnen ze nog eens de vraag stellen van dat het vertrouwen in instituties en de democratie schade oploopt. Nou, 95% is een getal, dat halen we in Nederland nog lang niet. Maar de diffamering van de AfD, zoals dat ook in Nederland gebeurt met de FVD. Hier is een dominee die wilde kandidaat worden voor de AfD. En die is ontslagen om die reden. En tussen al dat tumult, ze hebben natuurlijk enorm de woede op hun hals gehaald, die politici, met alles wat ze de afgelopen 4 jaar gedaan hebben. Ze hebben het land verwoest, ze hebben coronapandemie, ze hebben genocide gepleegd. Maar de minister maakt zich ernstige zorgen over de haat die tegen politici groeit. Dus wat wil ze nu? Ze wil nu dat harde kritiek op politici moet gestraft worden. En daar heeft zij nu een wetsinitiatief voor ingediend. Dus je mag statelijk, hoe noem je dat, beleidsmensen, mag je geen zware kritiek meer op hebben. Dan is het de vraag, wat is als je iemand beschuldigt van genocide, die genocide gepleegd heeft, is dat zwaar? Ik weet het niet. Of als je een Habeck beschuldigt dat hij de economie verwoest, wat feitelijk correct is, is dat zware kritiek en word je daarvoor gestraft? We gaan dat zien. In ieder geval gaat het ook over subtiele uitingen die als bedreigingen geïnterpreteerd kunnen worden. Die worden dus ook strafbaar gesteld. Dus Willem, pas op, je hebt er al mee te maken gehad. En in Duitsland gaat men dat nu zo vastleggen. En dan Göring Eckardt. En wat in een name, Göring. Het zou zomaar familie kunnen zijn van een befaamde nazi. En die maakt zich enorme zorgen naar het buitenkomen van de RKI-files. En zij zegt, ja, maar pas we moeten oppassen dat nu de evaluatie niet misbruikt gaat worden om tegen politici op te hitsen. En je moet dat dus ook zien in de context van het strafbaar stellen van kritiek op politici. En die mogen landen vernietigen, maar dan moeten we vooral geen kritiek op dulden, want dan krijg je namelijk
Hoe zat het ook alweer met de NCTV? Anti-institutioneel extremisme noemen we dat dan, toch? Ja, precies. En de artsen en pandemie afgeordende, hoe noem je dat? Federle die zegt, de politiek wil de vaccinatierisico's niet gaan onderzoeken. He, na 4 jaar is er veel gebeurd, maar er zijn veel open vragen. Bijvoorbeeld over de band tussen vaccinatieschade en oversterfte. Dat gaat dus ook in Duitsland niet onderzocht worden. En dit noemde ik gisteren al even, de ethiekraad voorzitter Buiks, die bedreigt de media. Ze heeft ik raad iedereen aan, kijk even naar die persconferentie. Ze zegt, ja, nu gaat het grote wijzen beginnen van de politiek is het fout en de deskundigen waren fout en die hebben het allemaal heel slecht gedaan. Maar let op media, als wij gaan, jullie gaan met ons mee, want ook jullie kunnen je handen niet in onschuld wassen. Dat is een kort geparafraseerd wat zij daar zegt. Een hele duidelijke waarschuwing aan de media om vooral niet hier te hard op in te springen. Dit vond ik ook een interessant bericht. De meerderheid van de Duitsers die wantrouwt de verfassingsschutz. Nou, dat is een beetje vergelijkbaar met de NCTV. ook interessant, ook dat anti-institutionele extremisme zien we dus in Duitsland ook. Dus NCTV, nogmaals, jullie zien, het is niet alleen in Nederland, ook in Duitsland. En dat is waarschijnlijk geen oorzaak, maar een gevolg van het handelen van dit soort instituten. Ja, ik zei het net al, mensen zijn klaar met de groenen. 2/3 van de mensen die wil niets meer weten van de groenen. Dat blijkt uit een omvraag van de Frankfurter Allgemeine Zeitung. Dus de groenen die vallen uit elkaar, die waren onder meer Habeck, hoort bij de groenen. Ze hebben Duitsland verwoest. Dus is op zich is dat niet verwonderlijk dat mensen klaar zijn met deze partij. Maar daarentegen Drosten, die heeft een veel positievere kijk op de hele gebeuren van de afgelopen 4 jaar. Die zegt nu 4 jaar later dat als we de balans bekijken, is dat voor Duitsland heel positief. Want eigenlijk zijn we heel goed door die hele crisis heen gekomen. Beter dan andere Europese geïndustrialiseerde landen. Er waren wel wat puntjes die wat beter konden, maar over het geheel genomen is hij positief, Willem. Ja, ik denk dat hij ook naar een hele positieve tijd terugkijkt. Hij heeft heel veel verdiend natuurlijk met Tipmobile. En ik kan me ook voorstellen dat als je een meesterbedrieger bent, dat je trots bent op wat je hebt laten zien de laatste paar jaar. En wat we gisteren al gemeld hebben, dus dat de RKI, gespreksverslagen, de notulen zijn openbaar gemaakt. En ik laat even zien hoe dat in eerste instantie door de mainstream media gebracht werd. Hier werd gewoon de vraag gesteld, waren de maatregelen gevaarlijker dan het virus? Karl Lauterbach, moet ik zeggen, de minister van Volksgezondheid, hij wordt ook wel gezien als een nationale clown. Hij kwam naar buiten met een tweet gelijk en hij zegt dat ja, opheldering is goed, onderzoek is goed, maar we mogen niet door inmenging van vreemde regeringen complottheorieën in de sociale media ontstaan laten. RKI heeft wetenschappelijk en let op, onafhankelijk heel veel gepresteerd. Onthoud even deze zin, want we gaan zo meteen naar de stukken toe om te kijken hoe onafhankelijk en hoe wetenschappelijk het allemaal was. Een artikel van de Welt, en daar staat ook als kop de RKI-protocollen en hoe de politiek de wetenschap genegeerd heeft. Willem, ik ga even terug naar de 30 of 40 rechtszaken die gevoerd hebben. Iedere keer moesten we horen, ja, het OMT, wetenschappers waren dat, de onafhankelijke deskundigen, hè, die op een hele zorgvuldige manier tot hun besluiten kwamen. Maar inmiddels weten we dat het allemaal gelogen was. In Duitsland is dat dus niet anders. Ze negeerden de wetenschap zelfs. En zelfs Spiegel,
die kwamen met het bericht dat journalisten succesvol de openbaring van de coronaprotocollen hebben bereikt. En de inhoud die werpt vragen op over de besluiten die tijdens de pandemie genomen hebben. Dus zelfs de Spiegel kwam met een kritisch verhaal. Terwijl ze tot nu toe altijd alles wat ook maar een beetje leek op complottheorieën en op kritiek door hun weg gewuifd werd. En zelfs ook ZDF die kwam met het bericht dat het vaccinatiebewijs die was bedoeld om bijwerkingen op lange termijn te kunnen volgen en niet als basis om voorrechten uit te delen. En als we het over voorrechten hebben, bijvoorbeeld het toegang tot de trein of om te vliegen of naar de bioscoop te gaan. Dat staat dus in de ZDF. En dat is een beetje saillant, want volgens mij hebben we net de QR-codezaak gehad, waar nog steeds beweerd werd dat de QR-code gewoon een heel wetenschappelijk iets was waar geen andere bedoelingen achter zaten dan gezondheid. Ja, dat is wel heel interessant. Hè? Want nou, gaan we even naar 1 mei is daar de uitspraak over. En nu komt al die bevestiging. Dus gaan die rechters zichzelf onsterfelijk belachelijk maken? Ja, dat gaan ze zeker doen, Willem. Ik heb daar geen enkele twijfel over dat ze precies dat gaan doen. Dit is bijvoorbeeld een stuk van de bijeenkomst van een crisiszitting van het nieuwe coronavirus. En daar staat de COVID-19 crisisstaf die werd ingeroepen voor strategische beslissingen of voor de crisis, voor een crisisreactie. De strategische beslissingen gaat het hier over. En als we dan even kijken, de communicatie, wat zien we daar? De Gates Foundation paper, die lag ten grondslag aan de wijze waarop gecommuniceerd werd. Dat is toch heel opvallend. Dit is dat stuk waar we het gisteren over hadden van 16 maart 2020. En dan gaat het over de actuele risico-inschatting. En er werd gezegd dat er een nieuwe risico-inschatting is voorbereid en het wordt deze week gaan we dat hoog escaleren. En de risico-inschatting wordt pas openbaard zodra, en dan een zwart gemaakte naam, daar een signaal voor geeft. Je zou denken dat je zo'n risico-inschatting, als dat enorm belangrijk is, dat je het gelijk openbaar maakt. Nee, dat mocht pas openbaar maken als daar een signaal gegeven werd. En daaronder is een leuke van 16 mei 2020, want wat staat daar namelijk? Dat R-getal, hoe vaak hebben we dat wel niet gehoord, dat R-getal? Nou, er is vanuit de politiek bepaald dat het R-getal met 2 cijfers naar de komma moest zijn, hoewel het gewoon totale kletshoek was, maar dat zou namelijk een wetenschappelijk sausje, een nauwkeurigheid geven. En dat ging om een bevel van Spaan, de minister van Volksgezondheid. En het RKI moest dat op deze manier doen om dus de schijn aan het publiek te wekken dat we heel goed wisten waar we mee bezig waren. Ook hier is de actuele risico-inschatting nog steeds een hoog risico. En dat is dat wordt aangegeven door de bondsminister van Volksgezondheid. En tot 1 januari gaan we daar niks aan veranderen. Dus het was niet het RKI die de risico-inschatting deed. Dat was de ministerie van Volksgezondheid. En vooral, er stond een zin in, dat juist het aantal nieuwe gevallen liep juist terug. En dat moest op aangeven van de minister van Volksgezondheid, moest dat aangepast worden, die zin. Want dat paste niet in de planning. En we moesten natuurlijk flink blijven panikeren en die maatregelen kunnen doorvoeren. En je ziet het, die hele coronapandemie was geen gezondheidscrisis. Het was een politieke crisis, een gecreëerde crisis van bovenaf opgelegd en geregisseerd. Puur bedoeld om de bevolking te terroriseren en de economie tot op de bodem te vernielen. En dit is ook een interessante. Op een gegeven moment hadden ze in Duitsland
die grenswaardes vastgesteld van 35 per 100.000 inwoners, dan zouden dus een vanzelf een aantal maatregelen, ingrijpende maatregelen, in werking stellen. Nou, wat zeiden nou die deskundigen waarin al die rechtszaken naar verwezen werd, waar we naar moesten luisteren? Nou, die zeiden dat uitdrukkelijk uit de politiek geëist werd dat die indicator ingevoerd werd, hoewel de deskundigen zeiden, het is totale flauwekul om dit soort grenswaardes als harde grens te hanteren. Die grenswaardes zijn ook niet vastgesteld door deskundigen, maar door de minister van Volksgezondheid samen met minister Bruin, dus tussen minister Spaan en minister Bruin. Dit laat ook weer zien, die deskundigen hadden helemaal niets in de melk te brokkelen. Dat was een doorgeefluik om een pseudo-wetenschappelijk saus te geven aan beslissingen van de politiek. Deze is ook interessant, van 10 januari 2023. En daar staat gewoon keihard, is nog steeds niet te zien dat door de vaccinatie minder ouderen sterfte. Is het te vroeg of sterfte ook gevaccineerden? Dat werd dus intern, werd die vraag gesteld. En daar staat ook nog een keer in, het grootste risico aan COVID-19 sterfte is eenvoudigweg ouderdom. Ja, en? Ja, die volgende, die is heel belangrijk. Die wil ik nog even, die weet ik bijna. Het argument dat vooral oudere, zwakkere mensen sterven, en die ook zonder corona op korte termijn zouden sterven, dat moeten we dus publiekelijk keihard weerspreken. En dan nog die andere, daar staat verder nog, COVID-19 mag niet met griep of influenza vergeleken worden. En dan staat er vervolgens, bij een griepgolf sterven normaal gesproken meer mensen. Maar COVID-19 is op andere gronden bedenkelijk. Ja, het staat er allemaal keihard, Willem. En het zijn dingen die wij constant geroepen hebben. Wij werden daarvoor gediffameerd. We werden daarvoor vervolgd, opgejaagd. Maar binnen de deskundigen, die wisten precies hoe het zat. En het staat zwart op wit nu. Willem, wil jij daar nog even een reactie op geven? Nou ja, ik denk dat nu het zoveelste keer het bewijs is geleverd in meerdere landen. Maar deze compleetheid en doortastendheid van het bewijs hebben we nog niet eerder gezien. Gooi de schroom af. Het is niet haatzaaien. Het is niet aanzetten tot een strafbaar feit als je oproept tot een tribunaal. Een tribunaal is een heel legitiem rechtsmiddel. En ik denk dat het ook het enige passende middel is op deze enorme misdaad tegen de menselijkheid. Ja, en nog een waarschuwing in die protocollen zegt indirect een negatief effect van de lockdowns door gaten die vallen bij de behandeling van tuberculose en de routine vaccinatieprogramma's verwacht men stijgende oversterfte bij kinderen. En de consequenties die hebben voor een deel, voor een deel grotere, zwaardere consequenties dan COVID zelf. Hier bevestigen ze, de lockdowns zijn schadelijker en gevaarlijker dan COVID zelf. Ja, we hebben het zo vaak gezegd, en niet alleen wij, heel veel deskundigen hebben dat gezegd. Het mocht niet gezegd worden, het werd de kop ingedrukt. En ik hoop dat Maarten Keulemans meekijkt, want die heeft hier namelijk ook altijd heel veel over te zeggen gehad. Nou, laat hem hier nou eens op reageren, zou ik zeggen. Nog even wat we net al noemden. Het vaccinbewijs is bedoeld, of de pas, de QR-code, die is eigenlijk bedoeld om dus de vaccinatieschade te monitoren. En die mag niet dienen om voorrechten te krijgen. En ook de WHO, die heeft die QR-code dus niet. Hoe zeg je dat? Die was geen voorstander daarvan, vanwege gebrek van data, maar ook het risico op vervalsing en ook ethische gronden. Men vond het discriminatie. Nou, laat daar nou juist die rechtszaak die net geweest is over gegaan zijn. Dit is precies wat de WHO zelf ook gezegd heeft, wat binnen het RKI gezegd is. Het is eenvoudigweg discriminatie. Het is ook waanzin dat daar nog een rechtszaak over
gevoel gevoerd moest worden. En let op, naar buiten toe zei het RKI dus dat er geen bijwerkingen waren op lange termijn. Hè, geen lange tijd gevolgen. En voor de stelling van Lauterbach net dat het RKI onafhankelijk zou zijn, nou dat is dus niet het gevolg. Het Tagesschau die komt ermee met het bericht van de RKI moet aanwijzingen van de minister volgen, die mogen ze niet negeren. Dus ook daar, dat is in Nederland niet anders. Het OMT is ook niet onafhankelijk. Er is geen sprake van onafhankelijke deskundigen. In al die rechtszaken is keihard een rat voor de ogen gedraaid. Dit is de reactie van de RKI op de hele tumult die is ontstaan na het buiten komen. En wat zeggen zij in de eerste reactie? Het is een volstrekt ongeloofwaardige en knullige reactie. Zij zeggen van, ja, we willen eraan herinneren dat het aantal infecties of positieve gevallen zeer sterk steeg rond 16 maart. En zeggen ze van, ja, maar in Bergamo stierven heel veel mensen toen. En er waren ook heel veel andere landen die maatregelen namen en die ook al een inreisverbod hadden afgekondigd. En zoals landen als Spanje en Italië. En die hadden ook al maatregelen namen waarmee het openbare leven dus beperkt werd. En dat zien zij als een rechtvaardiging dat zij dat ook gedaan hebben. Nou, dit is echt het niveau. Dit is echt het niveau van, ja, maar zij deden het ook. Hè? Constant moesten wij geloven, het is de wetenschap, maar dit is kleuterniveau. Ja, en ook willen ze beweren hier van, ja, nee, dat was niet een aanwijzing van buiten. Er was iemand binnen RKI die zou het signaal gegeven. En er zou in de media zou gezegd zijn dat het dus die opschaling van het risico, dat het niet onafhankelijk gebeurd zou zijn. Dat klopt volgens hun niet. Hè? Maar kijk, stijgende aantal positieve gevallen of infectiegevallen, hoe ze die ook noemden destijds. Nou, het volgende schandaal is binnen het RKI, die analyseert op dit moment de fraude in testcentra. En het blijkt dus dat die infectiecijfers totale fantasie waren vanwege de enorme omvang van fraude. Die testcentra, dat waren werkelijke gelddrukmachines. En daar werden fantasiecijfers bedacht van positieve gevallen. Dus ook die reden om, als je dat al als argument wil gebruiken, is een onzinverhaal. Ja, Lauterbach die raakte totaal in paniek en die wil nu in 4 weken, heeft hij gezegd, wil hij de onze zwarte stukken naar buiten brengen. Ik betwijfel of dat gebeurt. Ik denk dat dit een paniekreactie was. Maar hij zegt van, ja, er moet niet de indruk ontstaan dat het RKI hier bewust wat te verbergen heeft. Nou, gaan we even kijken. Zo zagen die stukken eruit. Op de achtergrond zie je ze. Dat zou alleen maar zouden namen van medewerkers gezwart zijn. Nou, er zijn hele pagina's moeten dat zijn met namen van medewerkers, want er waren gewoon hele pagina's waren gezwart. En wat zien we daar vervolgens? 6 mei zou die zaak plaatsvinden om ongezwart die stukken vrij te geven. De advocaten van het RKI die hebben geen tijd. Die willen nu dat dit proces verdaagd wordt. Willem. Ja, dit is een strategie ben je nog? Die we ook. Ja, ik ben er nog. Dit is een strategie die we ook zien in Nederland. Daar komen we zo op in het juridisch gedeelte. Het lijkt wel alsof nu. Zelfs Baffled Them with Bullshit niet meer heeft gewerkt, dat er nog maar één ding op zit, ticking out the clock. Dus alles uitstellen en laten maar die oorlog eerst inrollen, dan kraait niemand er meer naar. Dat is volgens mij de enige strategie die nog overblijft. Maar wat gebeurde er vervolgens op zondag, nadat al die media redelijk eerlijk met een bericht kwamen dat, over die stukken en vragen stelden bij hoe die besluiten van het RKI daadwerkelijk tot stand zijn gekomen en over hun onafhankelijkheid. In één keer werden al die berichten online aangepast of vervalst. He, er werd in één keer werden hele kritische zinnen werden eruit verwijderd.
En er werd gebagatelliseerd of werd gezegd, het ging om extreemrechtse media die dat gebracht had en die protocollen nu even buiten heeft gebracht. En dat het gaat over samenzwering. Dus men heeft er nog geprobeerd in paniek een draai aan te geven, maar men had kennelijk die berichten niet meer onder controle. Maar jij zegt, de NCTV waarschijnlijk direct, die kunnen dat waarschijnlijk gewoon zelf doen, dat aanpassen. Wat denk jij? Ja, dat hebben we in Nederland ook gezien, hè, dat er De Duitse NCTV. Dat er koppen worden aangepast en dat er orders worden gegeven, dat er wordt geredigeerd of stukken van het internet worden gehaald. Maar dit is te laat. Het is als een bom ingeslagen in Duitsland. Er zijn overal screenshots van gemaakt. Dus ze maken zichzelf alleen nog maar veel meer verdacht door dit te doen. Dit krijgen ze niet meer terug in het hok. Ja, en hier bijvoorbeeld zeiden ze ook op 14 februari 2024 dat RKI transparant communiceert over bijwerkingen van een vaccinatie. Nou, tussen een van die stukken zat een update over de vaccinatie bij, die zag er zo uit, die was helemaal zwart. Dus tot zover de transparante communicatie over bijwerkingen. Ik hoop dat inderdaad die ongezwarte stukken nog vrijkomen, maar kijk. Dit gaat inderdaad niet meer onder de deksel, gaat men dat krijgen. Corona splijt Duitsland tot op de dag van vandaag. Dat zegt Bild-Zeitung. En daar staat onder, 29% willen de politici strafrechtelijk vervolgd hebben, Willem. Dus men had gehoopt na corona, maar het gewoon verder. Net als destijds na de Mexicaanse griep. Iedereen vergeet wat er gebeurd is. En we gaan naar de dagelijkse de gang der dingen. En niemand die het er ooit nog over heeft. Nou, gaat niet gebeuren. Mensen willen inmiddels, om maar te zeggen, figuurlijke zin, bloed zien. He, de verantwoordelijken moeten gestraft worden. Er moet een tribunaal komen. En pas als de verantwoordelijken gestraft zijn, dan kan er gesproken gaan worden over afsluiting van het hoofdstuk corona. Tot die tijd, wat voor onderzoek je ook gaat doen, of parlementair onderzoek, mensen zullen dat niet meer voldoende. Gaan we verder met Agenda 2030. Ja, ik denk dat we volgende week weer zo'n heel stuk hebben over de RKI-papieren. Het is echt een enorm dossier. Het is het begin van het einde, het definitieve einde van corona, heb ik het gevoel. De truckers 2022 in februari, dat was het begin van het einde van het offensief. En dit lijkt het begin van het einde van het defensief. En daar is dit een van de uitingen van. Links was nog enige terughoudendheid. En rechts zie je dat Rusland twijfels heeft over het WHO-verdrag. Maar niet alleen Rusland, gaan we naar de volgende. Dit is Louisiana. Louisiana heeft al een wet aangenomen dat er op geen enkele manier soevereiniteit of beleidskracht mag worden overgedragen aan de WHO. Gaan we naar de volgende. Ja, maar niet alleen de WHO. Er staat ook de Verenigde Naties en de World Economic Forum. Hè? Die hebben geen juridictie of macht binnen de staat Louisiana en mogen daar dus ook niks bepalen. Precies. En hier zien we dat er nog veel meer staten willen aansluiten. Dat ziet er niet goed uit. Ik denk dat dat WHO-verdrag, want hier zien we Oklahoma, Alabama, Arizona, Arkansas, Florida, Georgia. Als Verenigde Staten niet meegaat, dan is het een wassen neus. Dit is dead on arrival. Dan snap je ook de paniek van Marion Koopmans over de kritiek op het WHO-verdrag. Want zij, dat is natuurlijk haar natte droom. Dat verdrag, hè, dat kan ze, die tirannie, kan in de toekomst steeds weer herhaald worden. Ik denk dat zij ook langzaam begint, begint door te krijgen dat het WHO-verdrag niet gaat komen. Want ook in Zwitserland bestaan in het parlement grote zorgen over het WHO-verdrag en aanpassing van het WHO-verdrag. Ja, dan geef ik terug naar Pfizer. Kijk, hier zie je in het staartje de winstverloop van Pfizer. En dan zag je dat die winst al jarenlang een beetje aan het afnemen was. En dat ze een enorm, even een flinke impuls nodig hadden. Die ze gevonden hebben destijds in de corona zogenaamde vaccins. Nou, dit is een mooi Willem, wat is dit? voorbeeld. Zero critical reasoning.
En dat gaat dan over dat bedrijven die zeggen niks te kunnen met Gen Z, omdat het zulke snowflakes zijn. Hè. Ze zijn niet meer in staat voor zichzelf te zorgen en kritisch te denken. En dit doet me heel erg denken aan onze stelling dat zo'n coup strandt omdat ze alle mensen die wat kunnen eruit hebben gegooid. Hè. Die zuivering van binnen, dat alle kritische ambtenaren die weerstand geven worden geloosd. Maar dan verlies je dus ook alle slagkracht van je departement. En daar hebben bedrijven ook mee te maken. Die zitten helemaal niet te wachten op alle woke, havervlokken, etende, blauwe haargeverfde. En dat gaat maar niet om hoe je eruit ziet. Maar om een idee te geven dat mensen die alleen nog maar met hun identiteit bezig zijn en niet meer met hun kunde, geen meerwaarde hebben voor een bedrijf. Ja, dit zit in hetzelfde laken en pak. Dat is dit is allemaal een beetje in de critical race theory. Europeanen die moeten constant die erfzonde accepteren, erkennen, daar ook boete voor doen. En dat wordt in de VN wordt daar gevraagd. Sanchez die gaat er ook lekker mee door. Het klinkt ergens leuk. Hè? Volgens mij was er ook net een wet die gelukkig niet is doorgegaan in de Eerste Kamer, die dan tegen racisme zou zijn. Door positieve discriminatie. En hier gaat het dan over een quota van mensen met Afrikaanse roots. Maar ik wil mensen echt erop wijzen, dat bestaat niet. Ja, Afrikaanse roots wel, maar positieve discriminatie is altijd negatieve discriminatie. Want je krijgt een stereotype waar mensen zich tegen gaan afzetten. Ja, dit is ook een hele bijzondere. In Canada overwegen ze nu, ja, we hebben het voorspeld, een belastingheffing op regenwater. Je moet gaan betalen om je regenwater af te mogen voeren. Ja. En er is een tweet van de Daily Mail online. New York City die gaat migranten door belastingbetaler betaalde prepaid debitcards uitdelen. En met 450 mensen, die we krijgen dan tot 18.200 per jaar. En dit hebben we in Duitsland ook al gezien. Het programmeerbare geld, het komt steeds dichterbij. Ja, en nadat duizenden boeren over de kling zijn gejaagd, zijn uitgeroeid, waarschuwt nu Europa voor een toekomstige voedselcrisis en voedselonzekerheid. Hoe bestaat dat? Hoe kan het nou, Willem? We hebben net al die boeren uitgeroeid en nu gaan we een voedselonzekerheid krijgen. Waar zou dat nou eigenlijk vandaan komen? Er overkomt ons hier iets, of niet? Ja, er overkomen ons heel veel corrupte en in kwaadaardige politici en andere beleidsmakers. Ja, nogmaals. Willem, waar gaat dit over? Dit gaat over het ontmoedigen van autorijden met al die ongelukken. Je moet eigenlijk helemaal geen auto meer willen hebben. Je moet gewoon auto's delen. En Ideal gaat op de schop en maakt in 2026 plaats voor de digitale portemonnee Wero. 2026, daar hebben we het vaker over gehad. Mijn voorspelling is dat 2026 de eindrace wordt, de endgame. Tot 2026 zal het nog flink slechter worden ter voorbereiding. Maar dat is ook het jaar dat de CBAM-regelingen ingaan. En andere verordeningen van de Europese, of de Green Deal-verordeningen. En dit zal de digitale portemonnee worden die je mooi kan koppelen aan je digitale idee. Heel handig. En Florida, een stad, die gebruikt live gezichtsherkenning om indringers te herkennen. Ja, dat is altijd het argument, hè, voor uw veiligheid. Moet je je privacy opgeven en als het dan bij één groep is goedgekeurd, dan gebeurt het bij de rest. In Spanje worden er opeens allerlei
checks uitgevoerd of mensen wel recht hebben op de bankrekening. Waar kennen we dat van, Jeroen? Ja, in Nederland doen we hetzelfde en zij waarschuwen hier in dit stuk erin als zij dat gaan doen. Dat betekent dat zij bezig zijn met het uitvoeren van buiten opgelegd beleid. Elektriciteitsbehoefte voor AI zorgt voor zorgen bij leidinggevenden. Ja, kennelijk is er een enorme energiebehoefte voor AI. Willem, wat betekent dat voor ons? Ja, dit vind ik heel mooi, een mooi voorbeeld dat we uiteindelijk competitie gaan voeren voor de grondstof met AI. We hebben een nieuwe concurrent gecreëerd die de potentie heeft om ons buiten gevecht te stellen. Het is wel handig dat wij straks geen stroom meer nodig hebben. Hè? Dus dan kan AI in ieder geval gewoon door. En onder de paraplu van biodiversiteit willen we nu genetische manipulatie voor alle levende wezens. Ja, en dit grijpt eigenlijk terug, hè, want het wordt 1992 de Earth Summit genoemd. Dat is waar het verdrag van Rio de Janeiro is afgesproken in Agenda 21. Als je al een startpunt van het huidige plan wil vinden, want het zijn natuurlijk alsmaar weer vernieuwingen van een ouder plan, namelijk het neo-Malthusianisme. Maar dan moet je echt teruggaan naar 1992, namelijk de eenwording, hè, de Europese Unie, Verdrag van Rio. En zo heb je nog een paar andere opmerkelijkheden met het klasje van Schwab, et cetera. En even een paar twee lijstjes. De eerste lijst is de beste landen om woke-cultuur te ontsnappen. En de tweede lijst is welke landen zijn het beste om Wereldoorlog 3 te overleven. Ja, grappig. Paraguay staat op nummer 2, Willem. Dus ik ben kennelijk hier veilig voor de derde wereldoorlog. Komen we bij juridisch. Julian Assange. En die heeft een beroep gewonnen. En ja. hij kan nu in beroep, hè? Dat is eigenlijk het wat gewonnen is. Kun jij even uitleggen wat er precies aan de hand is? Ja, nou, op podcasts is daar uitgebreid aandacht aan besteed. Maar het komt erop neer dat er nog te weinig garanties vanuit de Verenigde Staten zijn gegeven over hoe die behandeld zou worden en hoe die berecht zou worden als hij nog steeds de doodstraf kan krijgen of als er kans is op inhumane behandeling, et cetera. Dan mag hij niet worden uitgeleverd. Nou, in principe mag hij worden uitgeleverd, maar hij mag het ook nog een keer aanvechten in Engeland. Dus ja, is het goed nieuws? Het is uitstel van executie misschien en misschien wel letterlijk. Hoewel ik niet denk dat ze hem echt ter dood zullen veroordelen. Maar hij wordt natuurlijk een steeds meer een blok aan het been. Hè? Het is echt de schandvlek van de Verenigde Staten. Aan de andere kant is het ook een heel effectief afschrikmiddel voor elke journalist die denkt echt journalistiek werk te kunnen gaan doen. Ja, en laten we eerlijk zijn, als je echt Julian Assange nog wil vervolgen in de VS, dan geef je de garantie dat je geen doodstraf gaat opleggen. Dus het feit dat ze dat niet doen, betekent ze willen hem niet in de VS. En dat betekent ze rekken het misschien nog een beetje. Maar mijn voorspelling is dat hij toch op een gegeven moment vrij gaat komen, omdat ze op deze manier een uitweg creëren om hem niet uit te hoeven leveren. Ja, gevoelige documenten Europol op straat beland, gevonden door een burger in Den Haag. Ja, ja, als ik die burger was, dan zou ik me toch een beetje zorgen maken als je hebt gezien wat er met Assange gebeurt. En een brief van Pels Rijken, dat is in de procedure van David Icke. Daar zijn vragen gesteld, hebben we een paar weken geleden laten zien, door de Raad van State. Hele kritische vragen. Maar wat blijkt nu? Ze hebben geen tijd, Willem, om een reactie te schrijven. Dus ze vragen nu om uitstel tot 19 april. Dat zien we dus, dat is een lijn die zien we dus overal in al die rechtszaken. Ja, precies, want dan gaan we naar de volgende. Dit is Pels Rijken over Icke. En dit gaat over de CBG-zaak. Let op, we hebben 1 oktober gesommeerd. En we zijn daarna gaan herinneren in bezwaar, in beroep. Dat wordt alsmaar uitgesteld. Hebben we in dat beroep een kort geding aangespannen. Tot onze verbazing belde de rechtbank terug in zo'n jaar 9 april. En nu zou het 9 april nog steeds niet kunnen en wordt het 22 april. Inmiddels lijkt het erop dat ze toch aan 9 april willen vasthouden. Maar
de trend is heel duidelijk. Alles moet maar worden uitgesteld. Er mag niks meer langskomen. En de andere trend is ook heel duidelijk. Iedereen wordt aangeklaagd die zich ooit kritisch heeft geuit naar het regime. En dit is Raisa Blommestein. Dus die wordt dus voor groepsbelediging aangeklaagd. Aangeklaagd. Het hangt boven haar hoofd sinds augustus 2023. Dan heb ik ook nog uitgebreid met haar gesproken. Als voorbereiding op het verhoor bij de politie. Daar is 3 uur verhoord. En het gaat dan over, volgens mij waren het 2 of 3 tweets. En dit is er 1 van. En ja, het is pure waanzin. Kijk, je kan er van alles van vinden dat je het aanstootgevend vindt. Maar wat is hier strafbaar aan? Nou, ik zal hem even voorlezen. Dagelijks worden mensen verkracht, in elkaar geslagen, geïntimideerd en afgeslacht door migranten. De elite heeft de grenzen opengezet. Onze veiligheid moedwillig verspeeld. Ons huis verwoest. En wij hebben het laten gebeuren. Wij laten het gebeuren. Wanneer is genoeg genoeg? Het lijkt me een hele legitieme vraag. En nogmaals, ja, je kan er allemaal verschillend over denken. Maar het laatste wat ik hierin zie is een strafbaar feit. Ja, maar dit soort dingen, want... Wat er wordt geprobeerd natuurlijk is van ja, maar je zet aan tot haat tegen migranten. Nou, is daar natuurlijk een probleem mee, want migrant is niet een duidelijk gedefinieerde groep. Het gaat om, ben je kritisch op de zittende macht? In mijn zaak werd die onderste alinea aangehaald en dan vooral... Die karaktermoord die het OM alsmaar weer probeert om geweld aan mij te plakken. En het is zo ridicuul dat het maar niet echt wil lukken. En ik laat me ook niet uitlokken in die zin dat ik me niet boos laat maken. Dus opeens kwam er in het requisitoor, en dat is ook opmerkelijk, hè, dat er nog stukken worden toegevoegd in het requisitoor, wat voor mijn gevoel niet kan of in ieder geval niet hoort. Want we hebben net met de rechter alle bewijsstukken langsgelopen. En dan gaat het requisitoor gebeuren en dan worden er weer nieuwe stukken aangeleverd. Maar hier, maar vergis je niet, er komen burgeroorlogen aan. Waarschuwend wijzen met ons op de bloederige moordpartij op de gebroeders De Wit uit de 17e eeuw, waarbij vingers, tenen, oren, neuzen, lippen, tongen, handen van regerende politici werden afgesneden door boze tegenstanders. Denk niet dat zoiets niet zou kunnen herhalen in Nederland. Wij zijn er wel een laffe maatschappij, maar we kunnen zeer gewelddadig worden in belangrijke momenten. Nou, dit is een heel groot stuk interpretatie van degene die heeft geïnterviewd. Ik heb het namelijk niet over vingers, tenen, oren, neuzen, lippen, tongen en zo gehad. Maar dit is natuurlijk een waarschuwing voor wat ik daarboven zeg. En dit is een mooi voorbeeld van die contextcreatie. Ondanks alle commotie. En dit was in een artikel van begin januari 2021. Ondanks alle commotie beweert Engel een bloedeloze strijd te blijven voeren. Hoe lang hij dat nog volhoudt, blijft de vraag. Ik roep nooit op tot geweld. Ik wil juist de dialoog aangaan. Ik roep onze volgers op om zich binnen de kaders van de wet te verzetten. Daarmee kies ik bewust de moeilijke route. Want wij zouden natuurlijk ook kunnen gaan rellen. Maar ja, kijk wat er laatst in Parijs gebeurde. Bank in de fik gestoken, 60 agenten gewond. Dat wil je niet. Ja, laat ik hier nog enige twijfel over waar ik voor sta... of hoe ik over geweld denk, of waar ik tot op wil roepen. Maar het is opvallend dat het OM niet dit stukje heeft gekozen, maar dat stukje daaronder en dan het zo heeft gedaan alsof ik oproep tot het onderste. Nou, het is een wanhoopspoging om toch nog ergens iets te smaad en je te besmeuren. En wat ik ook opvallend vind, want dat artikel, ik weet het nog, Rijn Klaus, dat is degene die dit artikel heeft geschreven. En heel vaak heb ik dat ik wel 3 keer heen en weer moet mailen. En dan halen ze het toch nog niet eruit. Of dan zetten ze het toch nog niet precies zoals ik het heb gezegd. En dit is een mooi voorbeeld ervan. Ik ben toen aangevallen, 3 of 4 oktober 2020. Daar zijn beelden van, daar zijn geluidsopnames van. Het glas vloog in het rond, het bloed ook. Gelukkig was het zijn bloed en niet mijn bloed. Want hij probeerde mij te raken en sloeg door de voorruit heen. En dan wordt er constant gebagatelliseerd. En je zag dat ook toen Baudet werd aangevallen, op zijn hoofd geslagen in plaats van een aanslag, wat het was. En hier zo'n, gooide een verwarde man mijn ruit in. Nee, ik werd aangevallen. En dit is het constante gevecht dat we hebben met de media, dat ze bagatelliseren en verdraaien. Wie dat ook doen, maar daarmee valse dichte schriften plegen,
is waarschijnlijk Jan-Jaap Smilde en Pierre van Rossum. Die werken bij de driehoek, het OM en de gemeente. En die hebben dan documentjes waar Halsema of Kukenheim een kruisje onder zetten. Boven is de aanhef van het veiligheidsrisicogebied voor 28 maart en onder voor 21 maart. En kijk naar de verschillen, natuurlijk een verschillend politieverslag, maar vooral die onderste begint, want dat zou Kukenheim doen, want de demonstratie was tegen Halsema en zou ze zich laten vervangen door Kukenheim, de loco-burgemeester. En die bovenste is de burgemeester. Nou, we hebben dit al in de voorbeschouwing laten zien, maar nog eventjes aanhalen. Er is hier 100% vals tegen schriften gepleegd. We gaan het binnenkort zien. 14 april komt er een uitspraak over de toelaatbaarheid van de bewijzen. Deze vond ik het meest opvallend. Wat staat hier nou in de eerste regel? Van puntje, puntje begrijp ik dat er haast is, of dat er haast bij is om dit morgen getekend te krijgen voor de verdere vervolging. En dit gaat dan over 30 maart. Zogenaamd zou het noodbevel 29 maart getekend zijn. Hier wordt duidelijk dat het absoluut niet getekend is, dat het pas op 31 maart getekend is, en dat die alleen maar getekend moet worden omdat daarmee demonstranten gecriminaliseerd worden. Voor verdere vervolging. Precies. Ja, want dit was het hele doel daarvan. Op basis van de WOM was niet voldoende. Men wilde daadwerkelijk, dat is een overtreding. Men wilde daadwerkelijk demonstranten pakken met een strafbaar feit. Ook vanwege dat je daarmee een strafblad krijgt. Hè? Vergeet dat niet. Precies. Dus dit is een heel opgezet plan om die mensen veroordeeld te krijgen. En die rechters, die werken daar waarschijnlijk aan mee. Gaan we nog naar medisch. Ja, prinses van Wales die heeft haar diagnose bekendgemaakt en artsen die waarschuwen voor mysterieuze kankerepidemie. Ja, of dat ook zo is die niet, want dit was wel al in 2020 voorspeld. Het wordt toch een beetje je adem inhouden van hoe ernstig gaat het worden en hoe lang zijn de effecten van de prik nog zichtbaar. En darmkanker komt steeds vaker voor bij jonge mensen. Ja, waarom? Is de vraag. Dat stelt het artikel. Ja. Ja, hoe kan het? Ja, dat zou natuurlijk ook prikgerelateerd kunnen zijn. En daarom krijg je toch een unheimisch gevoel bij het vee dat allemaal geprikt gaat worden. Die maken natuurlijk contact via de darmen. Ik wil mensen niet bang maken. Ik denk gewoon goed bakken. En op dit moment zijn nog niet alle dieren geprikt. Maar we houden het in de gaten. Maar er is ook goed nieuws met al die hele kanker. Pandemie, of epidemie. BioNTech die komt in 2026 met een kankermedicijn op de markt. Is dat nou even handig, Willem? Ja, het is natuurlijk eigenlijk sowieso een kankerfirma. En daar bedoel ik mee dat dat hun enige product was. Tot 2020 hebben ze alleen maar experimentele kankergeneesmiddelen gemaakt. Ja, en deze, dit is natuurlijk heel erg van belang voor de zaak die we voeren tegen het CBG, doordat ze een gaatje in de wet hebben gemaakt met al die valse verordeningen, blijven ze alsmaar op dezelfde vergunningsaanvraag nieuwe middelen introduceren op de markt, die niet meer getest worden. Dit hebben we aangekaart in Brussel en in Straatsburg. Op dit moment wordt er nog opzichtig niks mee gedaan. Er is al wel een lobbyorganisatie langs geweest, omdat ze zich toch zorgen maken. En met een paar Europarlementariërs hebben we een gesprek aangevraagd bij de EMA om het hier eens over te gaan hebben. Ja, wat ik hier opvallend aan vind, dit gaat dan over de deals die de Verenigde Staten heeft gemaakt met de producenten. En dan zien we dat er 10 of bijna 11 miljard is besteed aan Moderna en ruim 20 aan Pfizer. Maar het opmerkelijke vind ik dat er bij Moderna nog een verschil wordt gemaakt. Dat er 8,8 voor de prikjes was en dat er nog 2 miljard voor iets anders is betaald. Ik denk dat het gaat over die royalties. Namelijk, Moderna heeft samen met de NIH en de NIAID de royalties of op de patenten die al die prikjes, dus ook een Janssen, Astra en een Pfizer, moesten betalen om die patenten te mogen gebruiken. Dus dit is een perverse samenwerking, de public-private partnership en het nieuwe fascisme van
staat en corporaat. Ja, ook goed nieuws. Nou ja, goed nieuws niet. De Pfizer-studie over myocarditis, die moest worden uitgevoerd om een permanente vergunning te krijgen van de FDA, die is inderdaad uitgevoerd. En ja, het blijkt inderdaad dat het bij jongere kinderen een extra groot risico geeft op myocarditis. Maar je kan er ook van allerlei andere zenuwaandoeningen bij krijgen. Dit is weer een case report van transverse myelitis. En wat ik er vooral opmerkelijk aan vind, in 2020 en 2021 zijn er vanuit Fauci zelf direct naar VWS en naar Intravac enorme bedragen overgemaakt om een vaccin tegen specifiek deze bijwerking te maken. Maar daar gaan we nog een keer een uitzending over maken. Ja, het is een tweet van Matthias Broek en hij schrijft: waarom konden we de griep niet daadwerkelijk uitroeien toen we zo dichtbij waren? En dan laat hij even de staartjes zien vanaf 2015 tot 2023. En dan valt natuurlijk op dat 2020, 2021 en 2021-2022 de griep bijna totaal verdwenen was, Willem. Maar ja, dan kwam hij in één keer in 2022-2023 weer terug. Ja. Ja, het is ook een interessante of een grappige manier om de vraag zo te stellen natuurlijk. Iedereen ziet dat hier keihard fraude is gepleegd. Ja, de aantal doden ging van 1665 in 2017 naar 16 en niet 1600, 16 en 21 in 20 en 21. Wat is de samenstelling van de griepprik dit jaar? Nou, er wordt natuurlijk veel gespeculeerd. Wat is nou het verband tussen influenza en corona? Nou, ik denk dat die heel erg veel met elkaar te maken hebben. Ze grijpen wel op andere receptoren aan. Dit is de kwadvalente, dus er zitten vier stammen in. En deze is pas in 2019 ingevoerd. Dus is het zo dat mensen die deze prik hebben gehad juist coronavirusdeeltjes zijn gaan aanmaken? Daar moeten we nog onderzoek naar doen. Maar de link tussen influenza en corona is onmiskenbaar. De ene is gebruikt als rookgordijn voor de ander. Ja, en even voor de duidelijkheid, in 2019 was het voor het eerst dat men dat op deze manier deed, hè, dit griepprik, ja. Dat even duidelijk is. Ook grappig, iemand die factchecker is, die bevestigt dat een slechtere uitkomst geeft. Dus dat er meer... DTP, hè? Het gaat over... Ja. Over de vaccinatie voor kinderen, de DTP-vaccinatie. Ja. Dat het risico, de baten-risico-afweging, dat die negatief uitvalt. Dat het waarschijnlijk meer schade doet dan dat het schade voorkomt. Ja, en dit is een bekende. Je hebt ook zo'n andere cocktail, de BMR. En het is eigenlijk onbegrijpelijk dat die alsmaar bij elkaar worden gepropt, terwijl het al sinds jaar en dag duidelijk is dat die cocktails veel grotere kans geven op bijwerkingen. Maar het is wel mooi om te weten, want de discussie is weer totaal heropend. En er is alle reden om alle vaccins opnieuw te bekijken en of er überhaupt zin heeft om mensen massaal te vaccineren. Ja, en nog eventjes de plotseling onverwachts. Nou, Willem, hoe heet het vaste, dat intermittent vaste, hoe noem je dat, dat periodiek vaste, dat vergroot 91% het risico om door een hartfalen te overlijden. Dat zegt een studie. En niet alleen dat, als jij met geopende blinden, met geopende zonwering slaapt, dat verhoogt weer het risico aan een hartaanval te overlijden met 40%. Maar dat suggereert een studie. He, dus nogmaals, het is, we hadden al klimaat, we hadden, ik weet niet wat, joggen, we hadden sport. Koud douchen, warm douchen. De lijst van oorzaken voor hartfalen is oneindig. Maar één ding natuurlijk niet. Het vaccin kan nooit de oorzaak zijn, hè? Dat voor de duidelijkheid. En Arnold Schwarzenegger, die de ongevaccineerde smaks noemde, die heeft zijn pacemaker gekregen na 3 open hartoperaties. En in Engeland... Moet ik zeggen, wel... hij heeft natuurlijk ook heel veel anabolen gebruikt, dus het is niet direct die prik. Het kan ook een andere prik zijn geweest.
Ja, en iemand die heel trots was op zijn COVID-vaccin op 15 maart 2021, 38 jaar oud, in zijn slaap plotseling overleden. En in Nepal, wij zijn enorm geschokt door de onverwachte dood van ons kind. Voormalig wereldkampioen boksen Alicia Graaf, 43 jaar, tragisch overleden. Onbekende, onverwachts, een onbekende doodsoorzaak. Ja, nog even de laatste, de demonstraties. Ja, de 31 maart, zondag, ja. Dat is morgen. Ja, morgen 12 uur op de Dam. En dan zijn er ook allerlei sprekers. Dat is waar ik vorige maand ook heb gesproken. En om 2 uur is het op het Museumplein. Dus het is een soort excursie door de hele stad. Is een flashmob door George van Hout. En daartussen, daarvoor en daarna, is er dus een wandeling tussen de Dam en het Museumplein. En ik hoop echt dat iedereen komt. Want het heeft alle schijn van dat nu alle andere verhalen aan het omvallen zijn. Dat er nog maar één oplossing wordt gezien door, zoals Jensen het mooi noemt, de griezels. En dat is oorlog. Want in oorlog is er chaos. En in oorlog zijn het altijd de onschuldigen die de prijs betalen. En de schuldigen die rijk worden. Deze vond ik ook wel goed om te laten zien. Dit is volgens mij Jay Bhattacharya. Die komt hier ook spreken. En, of nee, Malhotra. Asim Malhotra. En wat ik mee wil geven, want wij zijn nog steeds bezig natuurlijk met die rechtszaken en met QR-codes. Dit is ook in andere landen zo. Dit is in Finland. Dus overal ter wereld blijft men doorgaan en laat men niet los. Dit medisch schandaal, deze misdaad tegen de menselijkheid, die mag niet vergeten worden en al helemaal niet vergeven. Daar zijn we nog lang niet. Ja, en dat is de grote miscalculatie geweest van de daders. Die dachten, mensen vergeten, we gaan gewoon weer door. En ze vinden dat onverschlofelijk vervelend dat mensen zoals wij maar blijven doorzeuren over deze genocide en deze misdaden tegen de mensheid. Willem, dat was het denk ik weer voor deze week. Het was weer een hele hoop. En trek een trui aan, zorg dat je geen kou vat. En we spreken elkaar volgende week weer. Is goed, tot volgende.